Vandaag. Het serieuze gedeelte is dat ik het ook heel erg vind van Romy dat zij soms in zichzelf snijdt. Ja. Maar de grappige kant is ook dat het heel grappig is om in beeldspraak daar verder mee te gaan. Ja, het zijn allemaal oude foto's, maar oh nee, dat zijn ook oude foto's van vroeger. Dus Klees, die is toen al wegstrepen, die is gewoon te dom, jongen. Die heeft Hitler als denkbeeldig vriend. Ja, dat zegt ook heel veel. Ja. Not to mention the fact you're really good looking. So you're gonna get out there and you're gonna have a great time, okay? Okay. That's the spirit, yes. Okay. Heil me, man. Halilla. What? You can heil me better than that. Creative. Ja, even droevige muziek, Chris, mag dat? Ja. Moet je ook stilte en zo? Ja. Of dat... Ja, het is wel treurig. Ja, het is echt... Ja, zondag was het, hè? Zondag kreeg ik het nieuws door. Ja. Aardstaartjes. Ja, meneer Aard. Meneer Aard. Ik ben ermee opgegroeid. Ja. En, maar... Hij was... Met zijn brommobiel. Ja, hij zat op de brommer, 81 jaar en is verwond geraakt. Hij zat niet op de brommer, maar op de brommobiel. Brom, wat is de brommobiel? Dacht jij dat hij echt op een brommer zat? En op een brommobiel, op zo'n brommertje zat hij zo. Ja, maar, wat zo'n brom, op zo'n klein... Zo'n dingetje, ja, zo'n elektrische ding. Ja. En toen is hij aangereden. Ja. En er is inmiddels uitgekomen dat die... Dat Pino was. Nee, dat... Ja. Een afrekening in het Sesamstraat-circuit. Ja. Maar het is dus uitgekomen dat die automobilist die is dus niet schuldig. Dus het is zijn eigen domme kut schuld. Ja, dat zijn die sterren, hè? Ja, sterren. Ik ben hier hard staartje. Go fuck yourself. Ik rijd door. Ik ben al 30 jaar meneer Aard. Go fuck yourself. Ja. I know Pino. Ja, ze hebben ook Hakim hebben ze op een reactie gevraagd. En? Die was sprakeloos. Ja. Ja, die hadden geplaatst. Dat kon echt niet. Zij is too soon en respectloos. Ja, maar het is juist. Ja, maar het is juist minder leuk als je hem heel laat gaat plaatsen. Nee, je moet hem gelijk plaatsen. Ja, het is helemaal niet too soon. Ik ken Hakim. Ja. Ken ik, ja, is een goede comedian ook. Ja, leuke man. Leuke man. Ja. En het grappige is dat hij dan. Ja, dat kunnen ze wel om lachen. Of ja, aan één kant. Nee, ja, om mijn grap. Ja, om die grap denk ik. Hakim. Ja, kan ik wel om lachen. Ja, tuurlijk. Had je die post gezien? Ja, zo. Grappig, joh. Maar wat deed aardstaartjes bij jou dan? Wat die voor mij betekent? Ja, ja, ik vond het eigenlijk best wel een beetje een nare man. Omdat hij meer aardjes... Nee, ja, meer aard, maar dat was hij niet. Ja. Hij zat ook in, Ome Willem zat hij ook. Ja. Ja, ik moest ook zo grappig zo lachen. Want op Twitter gingen ook mensen zeggen van ja, wat erg, aardstaartjes. Ja. En toen had iemand een foto van de Ome Willem Express geplaatst. Dan weet je, met die pet. Oh. En ja, dit is Ome Willem. Dit is Ome Willem. Oh, shit. dat is wel goed. Dat is wel, ja. Dan krijg je wel goede reacties. Ik moet er zo op lachen als iemand dat expres zo doet. En dat de mensen zo serieus gaan inhaken. Ja. Van, maar dat is de verkeerde foto. Ja. Oh, sorry. Ja. Nee, maar die man had wel, het grappige is, hij heeft heel veel mooie dingen gedaan voor kinderen. Want hij had een gigantische mooie spraakstem, hè. Hele mooie stem. Ja, dat klopt. En een hele mooie acteur. En ik denk ook een heel fijn persoon. Weet je? Tuurlijk, die rol van meneer Aard. Ja, dat, sorry, iedereen maakt wel eens fout in zijn carrière. Die wat? Meneer Aard in Sesamstraat, die chagrijn. Ja. Dat moet je maar eens doen. Nou, weet je wat? Dat moet je maar eens doen. Kijk, ik maak een grap, hè. Want dat is comedian, dat is gelijk de memes. Ja. Hè, dat is bij 9-11, dat is bij wereldramp komen altijd gewoon. Welke wereldramp wil je terug dat je denkt van nou dat memes. Als 11 september weer zou gebeuren, gelijk een paar memes erop kankeren. Ja. Ja, echt waar? Dat is echt... Ik weet nog, dat was eigenlijk in de periode van PowerPoint. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ik heb zelfs grap over MH17 gemaakt. Ja, op Instagram. Dat niet, maar wel op Facebook. Dan gingen mensen persoonlijk van, ja, dat kan echt. Ja, maar nu zou het echt ontploffen. Ja. Nu zouden mensen echt... Ja, maar mijn brein zit gewoon...
alleen maar vol met comedy. Ja. En ik, als je gaat nadenken over hoe ze echt uit het leven zijn geschoten, dat is echt heel erg. Ja. Ah, ik heb ook, ik ging naar China vliegen. Ja. En dan ga je ook langs die kant. En dan kijk je op dat scherm en dan denk ik, dan ga je even denken van fuck, nee, dat moet niet nu gebeuren, weet je wel. Nee, ja. Daar ben je heel bang voor. En, maar ja, als ik alleen maar ga posten waar je bang voor wordt, waar je, dat werkt niet. En dan moet je gewoon daar niet aan denken. Ik vond het erger hoe die Timmermans het in ons hoofd kreeg. Ja. Van maar die mensen, die leefden nog. Weet je, dat moment bij Pauw en bij Witteman. Ja. Dat is veel erger. Want dat is echt gewoon, dan ga je het in mensen hun brein, ze leefden nog. En toen is het nergens, weet je, dan zie je het helemaal voorin. Ja, maar, ik was ook zeg maar, ik sprak me uit over de hypocrisie van iedereen die langs de kant staat en zo. Ja. En die mensen die staan er eigenlijk voor zichzelf ook. Mm. En die hebben hun eigen verdriet en die hebben daar een excuus om te huilen. Want dat is heel vaak ook met begrafenissen. Mm. Dan zijn ze daar zo en dan denken ze niet zozeer aan wat daar die persoon in ligt, maar voor zichzelf. En ik probeer soms die hypocrisie aan te snijden en dat. Weet je, en we zijn allemaal met hypocriet. Ik ben ook hypocriet. Ja, met kijk, voor mij is er geen enkele grens in comedy. Nee. Weet je, kijk, meneer Aartje. Weet je, laat zo zeggen, meneer Aartje, het was gewoon een hele leuke grap. En heb je DM's gekregen van mensen van dat kan niet? Of nee, dit is, nee, geen DM's. Nee, niet op die grap. Nee, niet op die. Wil je ergens anders heen? Ja, als ze toch bezig zijn. Oh, nee, dan gaan we even naar. Oh, ja. Huilie. Van de week! De huilie van de week? Nou, het is geen huilie van de week, want daar hebben we te veel mensen voor. Maar wat het helemaal uit de hand is gelopen dan. Ja, het is wel gigantisch uit de hand gelopen. Ja. De eerste meme. Moeten we Romy, even zeggen, het gaat om Romy. Het gaat om Romy. Vier handen op één buik, dat is een programma over tienermoeders. Ja. Ik heb daar al vier seizoenen maak ik daar grap over. Ja. Vorig jaar was het niet, omdat het heel dubieus was. Ze hadden wurgcontracten. Dat wordt even niet besproken. Ja. Want ze mochten niet afhaken. Oh. En anders kregen ze een hele grote boete. Ja. En die konden ze natuurlijk niet betalen, omdat ze tienermoeder zijn. Dus dat was wel een beetje Dream School-achtige constructie, snap je? Ja. Dus dat hebben ze toen opeens onder de loep genomen. En ze mochten nu ook de show van tevoren bekijken. Voordat die naar de edit. Oké, dus dan hebben ze het moment dat je daar in zit en je weet wat er vorige seizoen is gebeurd. Ja. En je mag hem terugkijken. Zijn er twee momenten dat je kan zeggen van of nee. Ja, zoiets. Je kan ook zeggen van ik heb het gezien en ik wil dat dan niet. Dat weet ik niet eigenlijk. Want dat is misschien van we mogen terugkijken. En dan zeggen ze, maar dat vind ik niet leuk. Ja, maar we zijn toch uit. Dat kan ook natuurlijk. Weet ik niet. Maar dat zou wel. Dat kunnen we wel onderzoeken. Dat kunnen we onderzoeken. Ja. Dus heb jij meegedaan aan First Date? Ja. First vier handen op één buik. Ja. En kan je iets vertellen over de constructie? Ja. En hoe en wat. Dan kan je. Want het is altijd interessant, hè? Ja, hier heb je een kanaal dat je dat kan. Want wij maken grapjes. Ja. Dat is de grappige kant van ons. Maar we zijn ook serieus. En het serieuze gedeelte is dat ik het ook heel erg vind van Romy dat zij soms in zichzelf snijdt. Ja. Maar de grappige kant is ook dat het heel grappig is om in beeldspraak daar verder mee te gaan. Dat ze dat goed gaat met haar nu en dat ze in haar vriendje snijdt. Ja. En dat is een grap. Oké, dat is de laatste grap. Ja. En ik ken heel veel mensen die of borderline hebben of een andere aandoening. Maar waarom moet ik er dan heel hard om lachen? Ja, maar er zijn heel veel meer mensen die lachen. Daar kan ik dus niks aan doen. Als ik dat zie, dan moet ik. Maar, ik moet dan lachen. Ja, maar kijk, Romy die trekt het heel erg in het persoonlijke. Ja, en nogmaals, haar verhaal was heel erg. Ja. En zo heb ik er ook naar gekeken. Ik zei op een gegeven moment ook van. Lekkere luchtige eerste aflevering. Omdat die best wel zwaar was. Maar bijvoorbeeld stel dat je zit te kijken. Dat kan, hè, dat je een keer zit te kijken. Ja. En je denkt dan bij jezelf. Nou, vandaag doe ik het, laat ik het even liggen. Dat kan, hè. Een grap. Ja, ja. Ja. Nee, dat lukt niet. Lukt dat niet? Nee, is dat erg? Nee, is niet erg. Slecht mens. Nee, dat gaat niet om. Maar niet de macht, maar de power wat het losbrengt bij mensen. Ja, als gigantisch. Ja. Weet je, het is, en ik vind het goed, omdat de smerigheid van de wereld waar we in zitten, komt naar boven. Ja.
En jij laat het op. Jij maakt het licht. Ja. Dus er zit een spirituele. Ja. En het komt uit een goed hart, komt het naar buiten. Ja, maar er zit liefde in, ja, snap maar, je? Maar kijk, zij zit, haar basishouding is al niet goed. Nee, maar ja, daarom is het daar. Ja, en ja, dat is het probleem. Kijk, zij op Facebook en overal reageert ze op elke individuele post. Ja. En dan zeggen mensen nog tegen haar: nee, maar we lachen niet om jou. Het gaat om wat daar de tekst, ja, zeg maar. We weten wel, want zij denkt namelijk, ja, en heel veel zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat is een leugen. Ja. Nee, het is een grap. Het is geen leugen. Ja. Het is, je hebt het eerste gedeelte gezegd, ja, en ik maak het recht. Ja, ja. Dat iedereen weet dat, die mij, ja, volgt. Ja. En ze leggen, die mensen leggen dat uit. Van, nee, we lachen niet om jou. Ja. En we vinden het heel vervelend wat er is gebeurd met jou. Maar het is een leuk grapje. Ja, maar, ja, maar zij maken het gewoon, in plaats van dat het één dag over is, ja, is het nu 5-6 dagen, ja, gaat het verder. En mensen smullen daar juist van. Ja, en mensen vinden het leuk. Dus, ja, het is, maar ze heeft ook een dubbele agenda, want laten we heel eerlijk zijn, zij wil heel graag wel volgers. Dat is wel te zien. Van, ze ging eerst met iemand, maakte ze een beef, die gewoon... iedereen schrijft op Twitter, hè, dat, ja, weten we. Ja. Iedereen kijkt programma's. Met Ik Vertrek, met All You Need Is Love. Met, weet je, overal wordt over getwitterd. En er zijn mensen die hele nare reacties maken. Die vanuit een haat. Ja. Maar ook comedians. Er zitten heel veel tekstschrijvers op. Die gewoon, ja, van, weet je. En zulke grappen werden er geschreven. Ja. En zij ging overal serieus op in. En toen gingen ze ook op een gegeven moment in discussie met iemand. En zei een persoon van, ja, maar meisje, je hebt 45 volgers op Twitter en zo. Laat, ik ben niet waard. En toen zei iemand, joh, nou kom naar Instagram, ik heb 900 volgers. Ja. En dat vond ze blijkbaar heel vet. En ik dacht van, ja, nee, ik ga me nu even stilhouden. Ja. Want ik kom er zo ook nog aan, weet, ja, je wel. En, want ik dacht eerst, oké, zij gaat dus heel stoer lopen doen. Ja, dus dan, ja, kan ze wel wat hebben, snap je? Nee, ja, maar het is ook een houding. Nee, maar tuurlijk, maar, ja, zij wil uitdelen, ja, hè, grote mond, maar als dan iemand anders, bam, nog even, hallo, ik ben er ook nog. En ja, dan, maar dat is het dubbele agenda van die mensen. Weet, ja, je? Het is en ook ze gewoon, wil heel graag, wat ze zegt heel vaak, van, ja, kom maar, wil je het echte verhaal horen, kom maar naar mijn Instagram, en, ja, weet je. Dus zij laat zich overal horen. Ja. Omdat ze dan, weet je, ze heeft nu in plaats van 900, heeft ze 2500 volgers of zo. Ja, dat gaat heel snel. Dus. Ja, en dat komt echt niet door dat ene optredetje op tv. Dat, nee, is juist omdat ze overal... Ja, maar dan betekent dat zij met een dubbele agenda zit. En dat betekent, ja, van, oké, maar dat zie je dus aan deze, aan dit. Waarom doe je eraan mee? Ja. Dat is al één ding. Ja. Wil je verhaal laten horen? Ja, je hebt overal je keuzemomenten. Hè? Ja. Je kan op tv of je kan niet op tv. Mm. He, je bent minderjarig, want ze zeggen, ja, het meisje is minderjarig. Ja, maar dan nog, dan kunnen ook mensen om je heen zeggen, ga maar niet op tv. Je bent op tv, je hebt best wel heftig verhaal. Oké, maar dan al dat, zeg maar, en je zet het uit, kun je nog altijd zeggen, weet je wat, ik doe gewoon televisie uit, ik kleur mijn haar in plaats van roze geel. Ja, Weet iets je? Minder opvallend. Iets minder opvallend en ik ga gewoon, weet je, ik reageer niet. Maar als je reageert, betekent wel... dat je heel veel over je heen krijgt. Maar je krijgt ook goede dingen naar je toe. Hè? Je hebt wel opeens 20.000 meer volgers. Hè? 2000. Of 2000, ja. Snap je? Ja. Dus het is ook en-en, hè? Ja. Maar, kijk, en daarnaast nog... Ik heb natuurlijk als laatste post toegezet van haar tweet. Van, ja. Ja, dat was niet zo bedoeld. Het was gewoon een grapje. En dus mensen die alles zo letterlijk nemen, weet je dat... Nou, dat is dus precies wat ze doet. En dat is het grappige. Daarmee wilde ik hem afmaken. Ja. En het is, dat was een reactie op... Want haar moeder zei van... Ja, ik had nog wel een... ik wil ook graag een... kleinkind willen hebben, bla bla bla. Want ze had hiervoor dus een relatie met een meisje. Ja. Dat vond ze jammer. Ja, ja, ja. En dan gaat iemand die schreef gewoon serieus... Dat haar moeder... En dat gebeurt vaker natuurlijk... Dat moeders van kinderen... de soort van de zin door willen drukken van... ik wil heel graag een kleinkind. En dat voel je zeg maar onbewust wel. Ja, ja. Van, weet je, en dat schreef iemand. En dus zij zei van... ja, maar dat was een grapje van moeder. Nee, dat was gewoon... Ja, wel. Het is gewoon een meisje wat gewoon... in deze tijd in de rommel zit, joh. En dat zien wij allemaal. Dat komt naar boven. Ja. En mensen hebben daar een mening over. Ja. Weet je? En dat enige wat zij kan doen als ze dit niet leuk vindt... gewoon radio stil te doen. Ja, gaan negeren. Maar dat is over twee weken... weet niemand er meer wat van. Ja, er zijn andere vijvers overheen gegaan weer met aantallen. En weet je... het is gewoon... het is vervelend dat, het zo zich aantrekt. Als het zich zo aantrekt. Maar
hou je gewoon stil inderdaad. Gewoon niet reageren. Het grapje gaat niet om jou. Het gaat alleen maar omdat ik heb bedacht, toen ik je zag, dat ik die grap... het gaat om de teksten die gezegd zijn en daar wordt wat over gemaakt. En het grappige was, er was ook nog iemand anders die dus ook mee heeft gedaan een paar seizoenen geleden. Ja. Met vier handen op één buik. En dat is eigenlijk de sterkste comment die je moet hebben. En waar zij dus naar moet luisteren. Van joh, dat hebben ze bij mij ook een tijd geleden gedaan. Toen kwamen er ook meerdere posts. Vond ik ook niet zo heel tof. Maar het was, er zaten op zich, ja. En die van mij waren nog erger eigenlijk, zei die. Ja. En joh, laat het gewoon gaan. En het was precies, hè, hij heeft die ervaring. Dan moet zij als meisje denken van, oké, nou ja, als hij dat dan zegt. Maar nee, ze wil gewoon bam, bam, bam. Ja, maar ja, mensen hebben het gevoel dat ze letterlijk worden aangevallen in hun huis. Ja. En ze denken als ze naar buiten gaan dat iedereen het weet. Maar heb jij wel eens gehad, dat sowieso ook op Twitter, dat mensen, want ik maakte dan ook een grap over aardstaartjes. Ja. En dan gaan mensen zeggen, ja, too soon. Heb jij wel eens gehad dat jij dan dacht van, als iemand een grapje maakt of iets zegt, dat je zegt, daar ben ik het niet mee eens. Nou, en dat je dan echt in de pen zo, ik ga nu iets terugschrijven. Ik heb, ja, nou, dat is iets anders. Ik heb wel eens, dat heb ik verteld dat ik iemand een keer zag op Facebook, die had een post neergezet van een hele slechte grap. Ja. En die heb ik gewoon ontvriend, omdat die grap zo slecht was. Ja, oké. Snap je? Dus dat heb ik dan, dat komt dan, maar dat is dan een grap. Ja, nee, die ben ik gewoon klaar met. Ja, nee, maar dat snap ik, dat ken ik. De persoon, ja. Je hebt van die personen die dat hebben, zeg maar. Ja. Dat denk ik, oké, ben nu, maar dat is dan qua vak gerelateerd. Ja, maar dan heb je niet gereageerd erop. Nee. Maar gewoon dat jij, als jij schrijft van, Zwarte Piet, weet je dat. Ja, soms zeg ik er wel eens onder slechte grap. Ja, oké. Maar dat is hetzelfde. Dat is misschien hetzelfde dan. Dat, want ik probeer in die situatie, ik probeer dat ik op een... God, dat ik helemaal flip of zo. Ja, maar dan nog, dan ga je niet... Dat heb ik niet. Nee. Ik heb dat niet. Ik denk dat wel. En kijk, als het op jouw eigen persoonlijke Facebook... Ja, dat heb ik ook zo vaak gehad. Ja, dan zie ik jou wel eens reageren. Maar dan gaat het over iets wat jij dan eerst schrijft. En dan gaan we eens daarop. Ja. En dan ben je zo... Maar ik reageer erop en ik laat gewoon... nou, ik heb het zelf... Nee, maar je gaat niet, zeg maar, Twitter, zeg maar, af. En dan zie je, zeg maar, dan is aardstaartjes hashtag. En dan zie je dat iemand een grapje maakt. Nee. Dat je dan zegt, kan niet. Nee, ik ben het niet mee eens. Iemand vertelde, wanneer was het, 2000, dit is 2015, 16 had ik het, 2016. Dat hele Poontnieuws met die segways. Ja. En dan zeiden mensen, maar waarom blok je niet je Facebook? Ja. Zeiden mensen, ik zei, nee, ik laat het gewoon staan. Ja. Ik laat het gewoon open. En al die mensen kwamen als gekken naar je toe. Ja. Ze verleerden. En ik vond het alleen maar, ik zat alleen maar te kijken. Ja. En er waren posten bij dat ze mijn toenmalige vriendin, die had AT gebroken. Die had zijn foto gemaakt. En dat iemand repost en eronder gezet. We breken al haar tenen, snap je? Ja. Dus, maar dat soort mensen zijn helemaal gestoord, zeg maar. En ik heb het. Ik weet niet of ik het. Misschien heb ik het nog op mijn. Moet ik echt terugscrollen. Ja. Om het. Ik heb het gewoon laten staan. Ja. Omdat ik denk van, als jij dat doet, en misschien over 5 jaar dat je terugkijkt en denk je, nou, waar ben ik nou mee bezig, joh? Ja, maar ik heb dat ook, hè. Ja. Ik heb natuurlijk ook een periode gehad dat ze op mij persoonlijk gingen inhakken. En toen heb ik het ook laten staan. Want ik dacht, ja, als ik het afhaal, dan zien ze over. Ja, maar jij bent ook niet van het afweren. En als jij het doet, dan doe je het heel goed en netjes. Ja. Maar dan is het ook gelijk afgekaderd, zeg maar. Ja. Maar het is niet... Ja. Ja, maar ik ken ook bijvoorbeeld, en dat is ook op zich... Kijk, comedian heeft dat, die kale comedian, die kennen wij wel. Mm-hmm. Die heeft vorig jaar bij dingen gespeeld. Ja. De one-liner man. Ja, ja, ja. En die zegt van, ik bepaal gewoon wat er op mijn Facebook staat. En als jij gewoon iets doms gaat schrijven, dan ga ik je gewoon weghalen en ding. Ja. En dat is ook, hè, dit is mijn Facebook. Dus ik bepaal, weet je. En dat... Ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Kijk, ik kan ook sommige reacties, die zie ik ook voorbij komen. Ja, maar dat vind ik ook wel, aan de ene kant zou ik dat nooit doen. Ik laat het gewoon open, omdat ik vind dat je jezelf mag verdedigen. Ja. En je mag jezelf boos en woeden en uiten. Dat mag allemaal. Nee, maar ik zie hier ook, er werden ook naar mij dingen geuit. Weet je, we moeten hem neersteken. Echt waar? Ja. Echt waar? Ja, en ook, ik heb wat leuke reacties. Die heb ik toch even een beetje bij elkaar verzameld. Dat is wel heel grappig.
Een beetje triest, zo even iemand op het sociale platform zwart maken, terwijl niks van klopt. Ze is er open over en dan klopt er niks van de ondertiteling, terwijl er iets anders wordt gezegd. Ja, dat is juist. En wie zegt dat? Ja, dat is. Mag je dat niet zeggen? Dat is niet. Ja, ik geef die persoon geen platform. Oh, oké. Okay, ja. Of hebben jullie het niet gekeken? Ja, wel, ik heb de hele vak uitzending daar met die grap. Of is dit aandacht trekken? Nou ja, iets zoals een sociaal platform. Tja, grote kans dat mensen het zien. Zij heeft hartstikke respectvol en sterk meegedaan. En er zitten mensen zoals jullie, hun als pas jong gezin, hun zo zwart te maken. Wat hebben jullie ooit slecht toegewenst? Ja. Romy of Sylvester of de kleine Danny, wat hebben hun überhaupt jullie aangedaan? Waarom verdiende hun dit? Schaam je. Wie het ook ooit heeft mogen posten, maar ik zie hem, haar niet zo openhartig voor het buis over zo'n zwaar topic praten. Nee, dat is dus een keuze. Ja. Dus, maar dat is heel grappig. Jezus, hele boeken geschreven. Ja, maar er was hier dus een grappig, maar een Twitter-account die dus vaker dus ook gewoon funny is. Die schrijft van de baby is spraakzamer dan Sylvester, dus dan die vriend. Ja. En dan zegt zij, dan gaat zij erop in, gelukkig vroeg niemand om jouw mening. Nou, dan krijg je weer die jou met de dubbele W. Maar dat is heel grappig. Ja. En dan zegt zij zelf, iedereen moet nu gaan ophouden hierover. Isa zei nog in de aflevering, wie jullie zijn om te oordelen, onthoud dat dan in plaats van wat jullie willen onthouden. Mijn Instagram is bla bla, DM me daar dan. Weet je, ze wilde heel kijk eens, dit is mijn Instagram. Nee. Ja, maar je kan dus niet dit doen en dan dat mensen geen oordeel hebben of zo. Nee. Maar je oordeelt alleen maar met een grapje. Ja. Jeetje, wat is dit voor, wat zijn dit voor mensen? Dit is fake, haal het eraf. Romy heeft dit nog nooit gezegd. Nou ja, we hebben nooit iets gehoord van een grap of zo. Ja, dat is echt. Wat maak je nou druk om, joh? Jullie moeten stoppen met dit fake spul. Jullie halen alles uit de sloot. Alles uit de sloot? Oh, zit hier nog meer in de sloot? Ja, we halen echt alles uit de sloot. Ja, we gooien alles weer in de sloot. Oude koeien bedoel je. Ja, of alles in de strijd. Of, alles, ja, echt zielig. Mensen omlaag halen. En dan zegt iemand anders: Oké, maar hoe kan zij zwanger worden van een meisje? En dan zegt iemand: ja, dat is misschien een grap. Ja. Weet je, en hier is niks van waar. Oh. Dit heeft ze nooit gezegd. Dit heeft ze nooit gezegd. En alsnog, al had ze daarvoor met een meisje, kon ze daar niet eens zwanger van raken. Dus dat is echt bullshit. Doe even niet zo zielig en laat er gewoon met rust. Maar we snappen dan, die mensen niet hoe grap werkt ofzo. Ik heb ook volgers met humor en die zeggen dan... kan je niet zwanger worden als vrouw van een andere vrouw? Damn. Ja. Er zijn echt heel veel mensen die het gewoon snappen. Ja. Ja, die gewoon... Ja, maar dit is gewoon, weet je... Weet je het ook eens... Maar wacht, nog eentje. Dit was die grap over die condoom. Ja. Van, ik heb wel... Ik heb een meerdere condoom. Meerdere. En dan zegt iemand, als ik dat zo eens bekijk... had niemand verwacht dat ze ooit zwanger zou raken. Dus dat, uiterlijk gaan ze dan af. Ja, ja. En dan zegt iemand anders... dit is onzin. Ze gebruikte gewoon elke keer een nieuw condoom. hoe weet je dat dan? die heeft iets meer informatie. Ja, die weet meer. Die is om te kijken ook. Ja. En op een stelletje klootzakken. Ik hoop dat jullie de bak in mogen. Oh. Ook, en ik krijg ook zeg maar... een DM van, weer rechtszaak. Gewoon iemand, weet je wel. Van, ja. Ik zeg, dat was toch grappig bedoeld? Ja, tuurlijk. Van, dit is weer rechtszaak. Maar kunnen ze het eraf halen of zo? Als we naar de rechter. We gaan nu naar de rechter. Nee, zegt de rechter toch... Ja. Zegt de rechter, Oh ja, ik volg het ook. Ja. Ook weer een touch. Next. Ja. En dan, drie grappen en dan nog zo'n eindgrap. Oh, ja, goed, perfect hoor. Ja, mooi afgemaakt. Ja. Well done. Ja. Een standing of winst. Nee, maar dit hoofdstuk is voor mij gesloten. Nou, mooi. En voor de volgende. Op naar de volgende. Ja, dit was de Huidi van de week. Ja. Ja, Chris, afgelopen week is Wie is de Mol begonnen. Ja, dat vind ik wel leuk. En ik heb jou nog een bericht gestuurd op zaterdag. Ja. Want ik heb dus een pool gemaakt. Ja, maar ik weet niet hoe dat werkt. En daar 260 mensen of zo. Oh, en dan kan je raden wie de Mol is. Ja, dan kan je zo inzetten. Oké. En ik spreid dan, zeg maar. Maar ik moet eerst even... Mag ik ook de eerste aflevering kijken dan? Ja, we gaan kijken. Want dan weet ik precies hoe. Want ik moet en dat doen we. Voelen. Ja, dat doen we dus met... een kijker. Ja.
En iemand die in de groep zit, zeg maar. Oké, dus van die 300 mensen, ja, en dan, daar zit één iemand, ja, bij. En, en nu, er is één iemand die heeft al, die is afgevallen. Die had alle punten gezet op één iemand. Ja. Ja, ja, dat was strijden. Wat heb je dit voor? Ja. Dan ben je ook, nou, die gaan winnen. Gewoon 1 op 10. Alles op 1, op 0. Oké, okay, ja, maar je moet wel een beetje slimmer zijn. Oh, dat ga ik wel, ja, doen. Die, maar het is dus, wie is het morgen gewoon met de bekende mensen. Het is de 20ste. Oh, een bijzondere aflevering. Ja, en we gaan het kijken met Anne Linde. Oh. En ja, die Anne Linde die zei, ja, bel maar, dat is leuk. Ik praat mee. En dan, we gaan het, net als het andere afleveringen, oh, kut. Oh, dit gaat helemaal, oh, dat gaat helemaal mis, ja, dit. Oh. Hallo. Hallo. Oh, wacht even voor. Oh. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, de techniek laat ons weer helemaal in de steek. Ja. Hallo? Oh, wacht. Hallo, hoor je ons? Hallo. Ja, ik, ja, ben, ja, sorry voor het amateurisme. Dat stagiair die zit in, ja, een knop hier. Anne Linde, wat fijn dat je op zo'n extreem korte termijn kon. Want ja, even je geleden... invaller was jij. Ja, je bent invaller, dat wist je niet. Maar wel, je bent echt wel welkom. Dat is wel belangrijk om te weten. Hoe oud is Anne Linde? Ja, hoe oud is Anne Linde? 17. Oh, oké. Dat is dat. Ja, dat kan. Dat kan. Wel, ja. Ja. En Anne, Annelinde die gaf mij een tip van, hey, je moet er een pool aanmaken. En nou, dat had ik eigenlijk al stiekem een beetje gedaan. Of ja, in dingen en zo. Maar zij zit dus ook. Je zit in de pool, hè, van ons, van de Creative Dutch Pool. Ja, zeker. En op welk nummer sta je? Moet even kijken. Ja, want het is, er is natuurlijk niet zo heel veel te zeggen over na nou, 1 aflevering. Maar mag je ook nu inkomen? Ja, dat kan wel, ja, ja? Op zich. Ja. Dat je de eerste aflevering ziet en dan, ja, en dan zegt van... Ja, niet dan op die ene stemmen. Niet... Trouwens, nog niet zeggen wie eruit is, Anne Linde, want Chris weet van niks. Ik heb nog niks gezien. Nee. Ik weet al van die namen niet eens. Oh, nee, daar gaat het niet om. Maar niet dat je al verklapt wie eruit is. Ja. Nee. Dat mag niet, want dan wordt Chris echt heel ja, dan zit ik voor depressief. Jan Lul te kijken. Ja. Hoe heet je de pool ook alweer? Creative Dutch natuurlijk. Creative Dutch en vrienden. Ja, dan zit ik er niet in. Oh? Oh. Wat is dat nou? Maar, dat ga ik even doen. Ja. Oh, je kan alsnog wel bijschuiven. Ook al, want dat je hebt... mij wel. Dat is wel grappig. Oh, dan blijf ik reclame maken. Okay. Chris, waarom geef je mij geen drinken? Oh, sorry, ik zit hier in mijn moment. Wie is Anne Linde, even kort? Ja. Ze heeft in Business School... Noteboom, ja. Oké. Het is niet echt, hele stoere, niet echt een stoere naam voor een business school, hè? Business School Noteboom. Ja, hoor even. Familiebedrijf, hè? Dat krijg je dan. Oh, echt? Oh, wat doen jullie dan? Familie, hè? Ja. Nee, het is een familiebedrijf van een school. Ja, oh. De familienaam is Noteboom. Ze heet allemaal Noteboom van de achternaam. Oké. Okay. Dus, maar er zitten er ook allemaal kinderen van hun op school en die worden voorgetrokken. Nootjes. Ja, nee, dat niet. Oh, gelukkig niet. Oh, oké. Okay. Even kort. We gaan de aflevering kijken. De bepaalde stukjes. En dan gaan we even erover napraten. En even kijken. Want ik had allemaal dingen erbij gezet. Chris, ben jij van de hints dat je ze ziet? Ik let heel scherp. Ik heb het soms wel eens door. Maar soms kan ik ook helemaal ernaast zitten. Oh, okay. Dan let ik ergens op en dan zit ik helemaal mis. Oh, en jij, Anne Linde, heb je een goed oog ervoor? Ik kijk heel veel van op YouTube van mensen die dan hints zien en die daar YouTube-video's over maken. Oh ja. Ja, nou, bij ons hoef je daar niet voor te zijn. Wij gaan gewoon op een leuke manier kijken. Ja. Want inderdaad, er zijn echt heel veel echt moloten en dingen en mensen die boekjes en tactieken bij. En wij kijken er net even anders naar. Ik heb hem bijna gekocht. Ja, echt? Ah. Ja, maar het is toch zonde van de geld. Ja. Ja, maar het is toch gewoon een kladblok, een molboekje? Ja. Ja, het slaat eigenlijk ook nergens op. Ik kan het makkelijk zelf maken. Zijn ze best wel duur. Oh. Ja, maar weet je wat het is? Je weet gewoon op een moment... Weet je, het is zo in elkaar gezet dat je niet... Als je de eerste aflevering kijkt, dat je denkt... Nou, nu weet ik het. Dat kan haast niet. Ja, dat kan. Nee. Toch? Nou, ik zit al wel in een tunnel, hoor. Maar... Ja.
We gaan naar kijken. We gaan het eerste dingetje. De titel is de aflevering. Titel is afschermen. En dat oh. vaker dan ze. Hey, dat zal wel daar mee te maken hebben. Ja. Maar ze beginnen in China speelt zich af. Jezus, China. Ja, helemaal China. Dat is de Tina de Bruin. Ik ken van sketches en zo. Oh, oké. Okay. Zo, dat is een hele Bruce Lee film. Bruce Lee? Bruce Lee film. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Ja. We staan voor de Hangul Pas. De eerste poort die ooit gebouwd is. Hier ligt de oorsprong van de Chinese beschaving. Oh jezus. Ja. Het is niet alleen een historische, maar ook een heilige plek. Oh, volgens de overlevering schreef de Chinese filosoof links is Rani. De meeste werken op Taoïsme. Taoïsme. De beroemde Oosterse religieuze en filosofisch. Don't give a fuck. Wie is de mol? Ja, dat weet ik. Ja, dat weet niet. Ik ben de mol. Van leugen. Dat zou leuk zijn. En waarheid. Om de finale te bereiken, moet je tactisch spelen. En lastige kut. Ja. Weet je, breng haar gewoon even naar het hotel. Ja, weet je. Ze hebben net een vlucht van 12 uur gehad. Ja. Ik vind het gewoon... Probeert een beetje helemaal op te pompen, weet je. Ja, wat spannend, weet je. Who gives a fuck? Ik ben in China, ik wil gewoon het spel spelen. Ja, dat is een beetje... Maar ja, dit hoort erbij, hè, zo dat opzetten en zo. En dan... Voor het 20e seizoen moet ze helemaal een fatsoenlijke opening hebben. Ik vond het jammer, want 2 jaar geleden had je die spectaculaire opening, dat ze in de 4 landen waren, 5 landen. Ja, toen zat ik echt met openingsmoed. Ja. Dat vond ik zo gaaf. Nou, dat was echt heel gaaf. Ik wil niks zeggen, maar ik vind het ook wel behoorlijk indrukwekkend, hoor. Ja, dat klopt, qua opzet. Ja, qua drone en dingen. Ja, dat is ook wel zo. Alleen 2 jaar geleden hadden ze eigenlijk hun momentum, want dat was echt van alles, weet je, echt overwhelming was dat. Wat ik zo raar vind is dat die man die het dan opleest, of die heeft totaal geen uitstraling. Je moet er echt een soort Indiana Jones figuren hebben van oké. Hij moet zijn hoed op. Zo. Ja, nee, maar dan gaan nu in de tempel en dan moet je hard uit iemand. Maar dit is de. Ja, hard uit iemand de borstkast trekken. Ja. Ja. In België is het anders. In België zit je helemaal. Zit je helemaal te trillen ook. Ja, maar zij hebben het zo, kiezen voor monotoon, zeg maar. En dan. Dit is zeg maar hoe ze het de hele tijd doen. Want hiervoor deed die Art Royakkers en dat deed het ook op zo'n toon. Ja. Ja, dat hoort erbij. Ja. Maar hebben we. Wat zeg je? Het heeft wel wat. Ja, hè? Hou je van mannen die zo praten? Ja, want... Van, Anne Linde... Nou, moet dat. Zullen we even een drankje doen? Zullen we even een drankje doen? Is, weet je, een fristie. Ja. Ja, maar we gaan even doen. Anita Bitsier. Anita Bitsier. Kijk, je komt ook even gezellig langs. Al die mensen kunnen die muziek. Het is wel grappig dat hij is helemaal van de kaart af. Ik was al gewoon nerveus, maar ik voelde me trillen en ik was ontroerd. En ik moest echt met tranen binnenhouden. Het was zo mooi. Allemaal kinderen stonden daar. Het was prachtig. Hoeveel lopen we met een nou ja, 100.000 dingen door mijn hoofd. Jim. Hoi. Dat is echt, wat wil je? Hints? Hints, ja, dat is grappig toch? Dat is grappig. Denk dat maar volgens die grap snappen, hint? Natuurlijk niet, omdat het is van... Weet je dat Anita Witsier hints heeft gepresenteerd? Wist je dat? Nee. Nee, zie je, daar ga je al. Nou, ja, weet je wat hints zijn? Hints, dat programma. Het programma ken ik niet meer. Nou. Ja, dan moet je zo met gebaren... Ja, gebarentaal moet je raden wat de andere bedoelt. Oh ja, dat spelletje ken ik wel. Maar ja, van party en co, maar dan... Dat is heel suf. Maar goed, dat deed zij dus. Ja. De hints is natuurlijk... Die snappen ze net niet. Nee. Als zij het niet snapt, dan snappen ze het helemaal niet. Zij zit al echt heel hoog. In die hoge... Ja. Ja, en dan hebben we zeg maar Tina, die gaat dan... Ja, dat is Tina de Bruin, die je net al in het begin zag. Maar die gaat dan een dingetje openmaken. Want die vond ik het bakje met 2010. 2010.
Ik maak met het goede sleuteltje maak het kistje open. En... Wat denk je? Teen van Casillas. Ja. Dat zou echt wel... Ja, zo'n teen. Ja. Die snap je wel, 2010? Ik verzoek u nou ook niet. Ik zei u echt heel slecht. Oh, sorry. Dan moet je iets harder... Ja, we moeten iets meer dicht... Hoor je ons beter nu? Ja, nu ben ik. Ja, nu zit ik in dat ding net te praten. Nee, de teen van Casillas zit in dat kistje. Tegen wat? Ja, Casillas. 2010. Hoe oud? Dat was jij, even kijken. Dat is 10 jaar geleden. Toen was jij 7. Ja, ah. Toen was ik 7. Nee, toen keek ik nog even de mond fijn. Nee, maar het is voetbal, hè? WK-finale, ja, 2010. Dus die teen van oh, de... Oh ja, dat zou ik echt niet weten. Nee, zie je, ja. Ja, er zit echt een gat in. Er zit echt een gat in. Ja, jammer. Ja. Nou, dat is onze fout. Ja, ja, ja. Sorry, we zullen geen referenties van, nou, denk van ik, 2015. Een jaar geleden. Ja. 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 Martina, die opent even later weer een kistje. Oh. En ja, dan... Deze vriend... Het is een zwarte vrijstelling. En een zwarte vrijstelling zorgt er natuurlijk voor dat alles wat in wordt gezet... teniet gedaan wordt. Dus al zet iemand een groene vrijstelling in, al zet iemand een joker in. Papa, kijk eens. Sorry, sorry maar helaas. Die had ik voor jou even ingedaan, want dan weet jij even wat het is. Mijn naam is Nathan Rutjes. Nathan Rutjes. Ja, waar ik echt naar uit kan zijn de spellen. Actie. Mijn strategie is gewoon keihard blijven observeren, zonder dat mensen denken dat ik aan het observeren ben. Ik heb gewoon een zesde zintuig. Wie is wat aan het doen? En dat ik dat gewoon hier heb zitten. Ja, hij is dus de mol dan? Of denk jij dat hij zou kunnen mollen? Ja, maar dat in, weet je, ze gaan altijd naar iemand toe die het niet verwacht. Ja, maar hij is iemand die, als hij iemand naait, dan denk je, nee, maar dat is Rutjes. Die, is gewoon, die zou dat nooit doen. Nee, dus dat zou ook wel kunnen. Die is een beetje gek. Ja, weet je. Wat denk jij? Zou Rutjes een mol kunnen zijn? Ik denk het niet, omdat hij gewoon zo gedreven is en zo zijn best doet. Hij wordt ook niet echt heel erg verdacht op de site van Wie's de Mol zelf. Ja, maar ik vind dat zo niks zeggen. Van, nee, dat zegt niks. Weet je? Iedereen kan toch naast zitten. Ja, ik weet niet. Nee, maar ja, je moet iemand kiezen die je dus niet... want ik vind in België loopt altijd voor, hè. Die hadden gewoon een priester, een pastoor hadden ze de mol gedaan. Ja. Dat verwachtte niemand. Maar toen ging je aan kinderen zitten van... dat moet toen ging je opeens met zijn vuist in een kind zitten. Ja, ik ben de mol. Ja. 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 Ja, dat verwacht je, hè. Dat verwacht je niet. Nee. Nee. Maar het überhaupt nu nog... om je wat te zeggen is lastig, hoor. Ja, nu al inderdaad. Ja. Je ziet bij iedereen momenten. Ben je beter gaan kijken van gewoon wie is echt niet. Ja, precies. Nou, we hebben hier het eerste sneaky moment gaan we dan zien. Hij gaat open. Mijn eerste opdracht, mijn eerste kistje, ik pak gewoon een zwart. Is dit voor dildo? Wat is dit voor Black Eyed Peas? Maar ja, dat weet verder niemand. Kijk, is het stiekem zo in zijn dingetje en dan zegt hij van... Wie is die piep? Ja, dat is Rob de Kai. Van wat? Ja, die is, dat is de AliExpress versie van Belen. Oh, dus de, ja. Je hebt Belen, talentvol, ja. En dan hier een hoedje. Een hoedje en een soort tatoeage, niet zeggende, want ik heb geen karakter, dus ik ga tatoeage niet zetten. Ja. Maar dat was al een beetje van, hey, wat is dit voor iets? Ja, maar dat zijn van die nu komt al de aard van de mensen naar buiten, weet je. Dat is gewoon een narigheid. Kan jij ook wel zo sneaky zijn soms? Dat je denkt, nou, ja, dat hou ik even voor mezelf. Nee. Ja, jij. Heb je ook wel eens molle acties? Nou... Dat doe ik er zeker leven gewoon mijn leven, maar... nee, ik... Ja. Maar heb je broers of zussen? Nee. Oh, een vriend? Nee. Zoals? Dat heeft het wel met te maken. Weet ik veel. Nee, ook niet. Nee, maar heb je wel eens een relatie gehad of dat je dacht, nou, dat hou ik even voor mezelf? Ja. Zullen we het daar niet over hebben? Oh, we raken gevoelig snaar. Oh, we gaan door met diepte interview. Nee, niks bijzonders. Toch een soa. Ja. Stiekem niet verteld. Ja. Ja, dat bedoelde ik niet. Ja. 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 Oké, we gaan door. We zullen sparen. Yes. Omdat je zo snel reageert. Ja.
Even kijken. Ja, ze hebben de keuzes geluk en wijsheid. Ja. En daar konden ze net die deuren konden ze door. En dan gaan ze nu napraten van wie heeft eigenlijk wat gekozen. Oh nee, wacht. Dit is het intro. Oh. Het intro is ook, daar zit ook van alles in. Ja. Iemand zien in beeld. Hier zie je Johan in beeld. Dus denk je, oh, dat zie je. Ja. Nee, maar Johan die zit natuurlijk heel vaak in, met zijn hoofd in een gat natuurlijk. Ja. 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 Dat is dus. Nou, leuk. Ja, het zou best eens kunnen. Had je dat ook gezien inderdaad, dat er werd geschreven over, wat hoor je opeens, wie is de mol, en dan kwam opeens Johan in beeld? Ja, ik wil het dus net zeggen, op de telefoon van 18-10. Oh nee, net als het anders. Ja, maar dat zou heel cliché zijn dat Johan Gozes de mol zou zijn, omdat hij dan uit een zwart gat vaak komt. Ja. Weet je, dat vind ik dan zo. Ja, ik vind hem ook niet echt een mol hoor, in zijn gedrag. Nee, maar hij is homo. Maar hij is homoseksueel, zeg maar. En daarom. Nee, maar wat ik wel een sterke hint uit de leader komt, was dat je op een gegeven moment de telefoon zag met een tijd 18-10. En dan op de 10 seconden van de leader zag je de mol logo. En op 18 seconden van de leader zag je Klees. Hmm. Ja, nou dat. Ja, maar dat soort dingetjes zitten er wel in hoor. Ja. Okay. Creative Dutch. Dat je denkt dat je van die kleine dingetjes. Oh. Want ze gaan toch aan het einde van de aflevering gaan ze toch alle hints die ook in de lieren zitten of in de programma's, gaan ze toch denken, oh, dit hadden we kunnen toch zien allemaal bij elkaar. Ja. Nou ja, ik denk dat. Ja, het einde van het seizoen, ja. Ja, nou ik denk dat er gewoon in ieder geval dat er in de lier al een voordingetje zit of zo. Ja, dat zal wel. Ja, ja dat zit eigenlijk altijd wel hoor. Ja. Ja. Maar ik zou me niet raken dat Johan Gozes de mol is. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar hier wat ik wie de geluk en wie de wijsheid heeft. Ik ben gelukkig ingestapt. Geluk? Ja, ik ook. Geluk? Ik zonder twijfel. Willen mensen geluk vingers? Ik dacht dat ik de enige was. Ik was niet de enige die voor geluk had gekozen. Ook Nathan, Johan en Mariuska hadden dat gedaan. Maar die kwamen allemaal na mij. Volgens mij was de ene tafel de eerste 10 jaar van Wie is de Mol. En de andere tafel was de tweede reeks. En toen ik kwam was er één weg. Maar er waren twee mensen voor mij. Dus dat de eentje heeft deze poort gekozen en de ander heeft een andere poort gekozen. Ja, dat had ik ook bij mijn tafel. De enige twee die voor mij aan de beurt waren geweest, waren Tina en Buddy. En die zeiden dat ze allebei voor de weg van de wijsheid hadden gekozen. Dat klopt toch niet? En waarom zou je hier over liegen? Ja, dat is onzin. Ja. We weten gewoon allemaal. Ik weet wat het is. Ik zet mijn pijl op Johan Gozes. Okay. Weet je waarom? Hij is een comedian. Komt uit een vieze, smerig wereldje. Ja. Kan liegen, kan bedriegen. Ik denk dat hij het gewoon is. En kan het nog leuk maken ook. Ja. Zou er niks van kijken dat hij het is. Ja, want het was de tijd geleden was Sander Wallace de Vries toch ook, of niet? Dat weet ik niet. Een paar jaar geleden. Kan toch? Ja, het is wel mooi, ja. Ja, die is ook cabaretier. En Marc-Marie was het nooit. Die was wel in de finale volgens mij, maar die was het toen niet. Ja. En het zijn vaak ook wel acteurs, hè? Ja. Ja, volgens mij, je moet altijd mensen doen die alles weg kan lachen en grapjes kunnen maken, zeg maar, snap je? Ja. Dus het zou niks verbazen, hoor. Niks verbazen. Nee. Okay. En nu komt het tabletspel. Dat is leuk, hè? Dat zijn allemaal tablets die kinderen maken voor een euro per week. Deze markt, daar hangen tablets. Daarop afbeeldingen van halve geldbiljetten. Linkerhelften en rechterhelften. Maak daar foto's van. En combineer die foto's in dit rek tot je weer hele biljetten hebt. Over 20 minuten tel ik alle complete biljetten. En het totaalbedrag daarvan zet ik om in geld voor de pot. Oh ja, ik heb geen camera's bij me. Dus als jullie foto's willen maken, moeten jullie gebruik maken van de mobieltjes van de mensen. Deze.
Succes! Ja, dat vind ik zo matig, joh. Dat is, waarom is het zo spannend? Hè? Je bent in China. Iedereen geeft, je hebt gewoon 8 telefoons bij zich. Ja, maar je moet nu nog zien te regelen dat... Ja, je gaat toch Chinees praten? Wat je gewoon maken daar? Wat je wat zo? Nou, de Chinees hoor, dit is, ik wil soep, kroepoep en wat vlees bij het rijst. Ja, ja, maar hier, wat ik opvallend vond, straks dan gaat het over, mag je wel 1 of 2 foto's maken, maar in deze uitleg is dat niet gezegd. Niet? Nee. Misschien daarna nog. Nou, nee, het is echt uiteindelijk, nergens... Uiteindelijk, meestal als je een spel uitlegt, dus dat helpt ook niet. Nee, maar blijkt dus dat je daarna het nog een aantal keer uitleggen. Ja, maar het is... Weet je wat is, wat mij zeg maar tegenhoudt, zeg maar als ik ooit, stel dat jij kreeg Dutch en dat wij worden gevraagd, met z'n tweeën, dat ik dan te dom ben voor het spel. Ja, dat ben ik ook een beetje bang voor. Toch? Ja, ja, dat je niet door die test heen. Ja, dus je kan denken, oh, ik ben fucking dom. Ja, maar... Ja. Maar Nathan, die is trouwens wel even lekker bezig. Gaan door. We hebben ons gespreid over de markt en we zijn op zoek gegaan naar die tablets. Ja, ja, ja. Okay. Zie je even de tablet hier? Hier. Oké, okay, you make a picture of the picture. Zo, ja, so, take your telephone. Je hebt de telefoon? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, super, ja. En dan rechterkant. En uiteraard waren er natuurlijk regels bij deze opdracht. De eerste was dat wij niet zelf de foto mochten maken, maar dat de Chinese mensen dat moesten doen. En de tweede regel was dat er maar 1 foto gemaakt mocht worden. Maar dat was natuurlijk een slideshow van verschillende biljetten. Dus dat was ook nog wel een ding. Ja, maar nogmaals, dit stukje, zeg maar, ja, hij is lekker Engels aan het praten. Hij praat net zo goed Engels als de Chinezen, of als ik Chinees. Ga niet rutjes maken, Dat is een hele lieve jongen, maar die kan gewoon niet, weet je. Hij komt uit, waar heeft hij gespiebeld bij NEC, weet je. Dat, dat jongen is niet hoogbegaafd, of Rode SC, weet je. Ja. Maar we gaan door naar Klees, heet hij. Klees? Ja, je schrijft Klaas. In mij is geleerd dat je met AE... Dat dan zeg maar, dan is het A, maar hij heet blijkbaar echt Klees. 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 Ja. Klees. Ja. En die doet even orders geven. Wat doet Klees? Ja. Oké. Okay. You wait here. Yes? I'll be right back. Wait here. Wachten. Zo. Oké, okay, ik heb de staan achtergelaten, dus ik hoop niet dat hij zijn telefoon pakt en wegloopt. Hè? Ik ben Klees en ik ben modeontwerper. Hij is modeontwerper. Ik blijf hier bij je telefoon. Ja, dat als hij een helm op doet, met zo'n waf op zijn hoofd. En het mitrailleur kan zo mee met het Duitse leger, hè? Ja. Want je blijft hier staan! Het is gewoon een SS-soldaat. Ja. Nou, die ziet die Chinese man zo kijken, oh jezus, maar nu weer over SS gesproken en de nazi's. Moet hier kijken, ze brengen ze echt 1 voor 1 naar de slagbank, hoe dat dan zo gaat. Hier! Hier. Can you make picture? Yeah, you look sir. Yes. Kijk eens, kom maar mee. Kom maar. Toch vind ik dat niet zo... Ik vind het zo treurig dit. Gewoon Chinese mensen, ze maken al die tablets en nu moeten ze nog ook die foto's maken. Wat zijn dat voor beesten, joh? Ja, het is toch zo? Ja, dat klopt. Maar ja, we gaan snel door. De Chinees hier maakt ook nog een foto. Hier komt die 250 ook. Ze moet snel zijn. Quickly, quickly. Quickly. So, put your finger here. Ja, je gaat toch een Chinees niet uitleggen hoe je foto's moet maken? Ja, dat wil ik ook al. Ja. Had je dat ook? Nee, maar... Nee. Had je dat ook bedacht? Nee, dat had ik wel bedacht, ja. Maar ja, dat is het inderdaad. Dat is van, ga dat even niet de Chinees uitleggen. Maar kijk, hierna werd dus nog een keer gezegd van ja, we mogen maar 1 foto maken. Maar nogmaals, dat is echt nergens gezegd. Ik heb dat, dat heb ik echt nergens. Nee, maar ik denk dat ze dat gewoon uiteindelijk ertussen hebben gezegd. Want ze hebben me wel eens regel gebeld. En ik, nou, misschien is het gewoon niet uitgezonden. Ik denk uitgezonden. Niet dat ze dat zomaar laten gaan. Ja, maar misschien is het gewoon niet uitgezonden. Maar is het gewoon natuurlijk wel op het moment daar gezegd. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja, dat kan. Maar Nathan is daar volgens mij uiteindelijk echt voor hele andere dingen. Moet je maar luisteren.
Ja, dus ik dacht bij mezelf om gewoon twee Chinezen te verzamelen. Hij wilde gewoon twee Chinees verzamelen. Ja. En dan meenemen of zo. Ja, daar. Ik weet niet. Wat zou hij... Ga je hier in de spits zeggen bij Roda of zo? Ja. Maar goed, dit was het spel even. Okay. En dan komen ze wel klaar. Tijdens deze opdracht zijn er met de mobieltjes meerdere foto's gemaakt. Ja, zie je. Ja. Dat was tegen de regels. En dus is het bedrag €150 voor de pot. En toen dacht ik, oké, dit is vreemd. Hier is gemold. Hier is gemold. Ja. Nou ja, ja. Ja, maar met zo'n actie, ja. Ja, maar Rutje zegt ook... Het is ook heel makkelijk om te controleren. Make two pictures. Ja. Weet je, dat zegt hij wel. Ja, maar er zijn meerdere mensen die gewoon... Je kan zo makkelijk mollen met... Maar mag je dan, stel dat je daar staat... Dat je zegt van, maar kan je het even nog één keer uitleggen? Mogen we nou één foto maken of twee foto's? Of dan zijn ja. Oké, wij doen dat wel. Ja, je kan het nog even... Maar wie zei er uiteindelijk van, je mag maar één foto maken? Wie heeft het uiteindelijk gezegd? Dat heeft niemand gezegd, heb ik niet gehoord. Ja, een van die deelnemers zei iemand dat. Van, je mag maar één foto maken. Of nou... Ja, maar je moet het toch vragen. Ja, want die kan je al van het mollijstje best wel... Nou, niet afstreven natuurlijk, maar best wel een dingetje... dat die... Probeer het goed te doen. Ja. Ja, maar je kan ook weer... Kijk, je kan natuurlijk het ene zeggen van op dat moment kan je het goed doen, maar dan kan je ergens anders iets weghalen. Je kan het zeggen en het andersom doen. Ja. Zo werkt dat, weet je... Zo werken volwassen mensen. Ja. Ja. Ja, je moet ook leren. Ja. Nee, maar het is wel dat ze... Want ik vond, Nathan, die maakt me nog een picture. Ja, weet je? Gewoon lekker door. Ja. Ja. Kijk, als het toch fout doet, dan maar goed fout. Ja, maar Tina en Leonie, die babbelen nog even na. Ja. En die delen dan... Buddy heeft ook gezegd dat ik heb gekozen voor de Kamer van Wijsheid. Maar toen ik binnenkwam was er maar één sleutel weg. Ja. En dat is gek als er twee mensen binnen gaan. Ik dacht eerst van, doet een hond mee. Maar dat is dus en als mijn jongen. Buddy ook. Ik heb 2008 gepakt. Ik heb 2010 gepakt, dat mag je best weten. Ik ga het niet laten zien. Deze vriend. Haal hem even uit. Dan ligt Buddy. Dan heeft Buddy gelogen. Maar Buddy zei dat hij ook in die kamer is geweest. Ja, Buddy niet. Oh, wat spannend. Dus waarom ga je nou fluisteren? Tina heeft 2010 en voor de rest lagen alles te vragen. Luister dit. Omdat jij mij dat geeft? Ze wordt het grillig. Alright. Ik heb liever geld. Ja. Dit is very good news. Wat is er met haar nek gebeurd? Ja, ik heb gebruikt. Is er geen nek of zo? Tijdens het mollen is dat... Ja, dat is het helemaal verbogen. Die mollen heeft ook geen nek. Als die zwarte vrijstelling inzet, dan kan ik mijn zwarte vrijstelling bewaren. Niemand weet het. Voor een volgende keer. Nee, maar serieus, mag je echt tegen niemand zeggen? Echt tegen niemand? Ja. Niemand zeggen, ja. Ja. Ja, ik hou er niet van, maar dit is typisch menselijk gedrag. Nou, typisch vrouwen. Ja, gewoon... Ik ben een vrouw, ik ben eentje, ik kan niet voor mezelf hier zorgen. Plannetjes maken, plannetjes maken, weet je. Ja, maar dat is mijn vraag inderdaad. Is dat handig? Denk je dat dit handig is, Anne-Belinde? Wat? Nou, om zeg maar... Want zij zoekt een bondje, of in ieder geval... ze gaat informatie delen. Maar... ik denk dat ze dat niet zo mega belangrijk is. Nee. Ja. Dus ik denk dat het in dit geval wel meevalt. En ik denk dat het ook wel stil is dat ze het toch navraagt. Dat ze het niet verkeerd heeft. En dat ze niet in een tunnel belandt, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat ze gewoon... Je hebt van die mensen die zeg maar zorgen dat ze allemaal... met z'n allen een groepje maken. Dat is makkelijk om te vertrouwen, toch? Een bondje. En dan kan je beter dat doen en dan kan je meer kansen over te overleven, ja. Het is gewoon een overlevingsstrategie. Ja, een hele groep. Ja. Of bedoel je met één iemand? Daar hebben ze tweeën, drieën. Ja, tuurlijk. Maar je moet ook nog altijd filteren. Want kijk, de ene die naast je staat, kan ook je vijand zijn. Dus je moet nog steeds een beetje oppassen met... Ja, maar het is eigenlijk alles. Wat de mol doet, is een Indian gambit, is dit, zeg maar. Snap je? En de Indian gambit, zeg maar, dus alle mensen hebben zeg maar een plan om de anderen te elimineren.
En uiteindelijk blijft er eentje over, zeg maar. Dus het is een. In India doen ze dat. Met schat te dragen. Pirate Camp noemen ze dat, zeg maar. Ze hebben schat begraven. 7 man die willen die schat natuurlijk voor zichzelf houden. En iedereen moet elkaar dan afmaken. Dus, en wat zij nu doet, is zorgen dat zij een groepje heeft. Ja. Dat is wel heel slim. Ja. Ja, dat doet maar nog steeds wordt je voorgelogen in je gezin. Wat zeg je? Ondanks zo'n bondje of zo'n groepje. Dat je nog steeds echt voorgelogen in je gezicht met informatie. Ja, maar ja, want in principe zou de mol dat het beste kunnen doen. De mol zou zo'n dealtje kunnen maken. Ja, maar ook gewoon door kandidaten. Ja. Maar het blijft link. We gaan weer even naar Anita Witsier. Ik denk dat vrijwel iedereen iets heeft. Jij moet denken, helemaal niet denken, jij. Als er zoveel is gesproken, gewoon een keer en nu is gewoon met een tatoeage. Zal ik openen? Ik heb een jok. Ik irriteer me dan. Ja. Ik irriteer me aan dat mateloze hoedje ook. Ik wil niet eten. En ik ben gewoon bang dat iemand... Ja. Maar ik wil alles op tafel. Ja, oké. Natuurlijk gaat niet iedereen zeggen dat hij een zwarte heeft. Maar het was voor mij wel ook een manier om even bij iedereen te peilen. Ja. Wie is er eerlijk? Wie durft te vertellen wat ze hebben gevonden? Zijn er mensen die niks hebben? Ja, oké. Okay. Betekent dat de mensen die niets hebben het kistje niet open konden krijgen of zat er niks in? Ik heb het kistje niet kunnen open krijgen. Niet kunnen open krijgen. Nee, maar dan weet je, dan gaat het, dat is wat anders dan dat er niks in zit. Ja. Oh jongen, wat is dit een ellendig spel gewoon. Ja. In zo'n gesprek ga ik even achteruit, even uitzoomen en kijken wie wat zegt en wie op welke manier reageert. Maar of er daadwerkelijk eerlijk wordt gezegd of nou een jood is of een vrijstelling of een zwarte vrijstelling. Er is iets nieuws in op de markt, daar is nog een pijl te trekken, maar karakter. Ik weet in ieder geval wel dat ik niet de enige ben. Oh. Maar ik denk, zeg, als ze zitten eten en dan wel, ja, en dit. Ik denk, waarom leer je elkaar niet even kennen aan tafel of zo, weet je? Ze kennen elkaar toch in het vliegtuig? Ze kennen elkaar net. Nee, maar gaat toch even socializen? Natuurlijk niet. Er zijn bekende Nederlanders, ze gaan over lijken. Oh. Ja, ze steken elkaar mes in de rug, dat zijn ze gewend. Ja, dat is waar. Weet je? Dat, ik ben dan weer te naïef. Jij bent te naïef, joh. Ze haat elkaar, want iedereen zit daarin voor eigen gewin, weet je? Ja. Maar we gaan nu naar de volgende challenge. Dat is de vrachtwagen challenge. Oh, jezus. Of hij heet de parkeer challenge, was het. Parkeer challenge. Parkeertarief heet het officieel. En dan gaan ze het even kijken. Ze zitten in een lege... In die vrachtwagens zitten de kandidaten in duo's opgesloten. Ze moeten zichzelf bevrijden door opdrachten uit te voeren. Daarna moeten ze de wagens zo parkeren dat die zoveel mogelijk geld opbrengen voor de pot. Als hen niks ontgaat, kan het bedrag oplopen tot 2100 euro. Maar voor het zover is, moeten ze wel eerst zien te ontsnappen. Ja, nou dat is hem. En Klees, die zit vast. Klees. Klees. Ja, dat is dom. Ja, we noemen hem Klees, ja. Maar Klees, die heeft hem door. Ja, en dit zijn allemaal oude deelnemers. Ja, het zijn allemaal oude foto's, maar oh nee, dat zijn ook oude foto's van vroeger. Het zijn niet alleen maar oude foto's, maar ook oude foto's van vroeger. Ja, maar je hebt ook foto's van nu, hè? Ja, van oude foto's ook. Van nu, ja. Ik heb een foto van de toekomst. Dus Klees, die is tunnel wegstrepen, die is gewoon te dom om mol. Die is zo dom, joh. Wat is dit voor... Nou, ik vond het heel raar hoe ze bij die opdracht te werk gingen. Ja. Eigenlijk. Dat klopt. Ik vond het heel bijzonder. Wat vond je er raar aan dan? Nou ja, uiteindelijk wilden ze eerst het verdelen. Dus ze willen verdelen dat de een deed alles met water volgens mij, en de ander deed alles met een pet. Maar toen kwamen ze toch elkaars foto's tegen en toen kunnen ze toch van elkaar ook inleveren. Maar uiteindelijk werd er heel veel in beeld gebracht dat ze gewoon hebben gemist dat ze er gewoon met de neus op stonden. Het was gewoon heel rommelig. Ik denk dat ze dat makkelijk hadden kunnen halen. Maar heeft het niet te maken met de intelligentie van die bekende Nederlanders? Dat het niveau van Klees het nadenken heel laag is? Nee, maar ik denk oprecht dat ze het best hadden kunnen halen. Maar dat dit gewoon echt mollen was. Okay. En dan niet per se van ze zijn de mol, maar gewoon... Ja. Ja. Oké, dan komt er nu een moment, Chris. Kijk eens. Het enige wat ik me nu kan bedenken is die knop in. Ik kom er net bij. Mijn karakter is vriendelijk. Dit is raar. Slordig, grappig. En super fanatiek. Kijk, je denkt van...
storing. Oké, zo al een andere storing, weet ik veel wat. Maar de ondertiteling liep gewoon door tijdens de storing. En dat hoort toch niet dan? Nee. Ja, dus ze hebben op een of andere manier een storing erin verwerkt. Maar waarom? Ja, het gekke was dat die storing alleen op tv erin zat. Maar als je hem uiteindelijk terugkijkt, staat hij er niet in. Oh. Ja, want ik zat er ook al naar gekeken. En ik had hem teruggekeken. Ja, maar weet je wat is? Het zijn allemaal hints. Maar uiteindelijk, bij het terugkijken staat hij er niet in. Ja, maar je wordt helemaal gefuckt, joh. Je denkt dat het een hint is. Ja. Oké, ik zat ook al voor de tv, want wat de fuck gebeurt hier? Ja, want op Twitter werd ook gewoon erover geschreven van, hé, de ondertiteling liep door en dat is toch niet mijn storing? Ja. Nou ja, oké, dat zal wel. Ja. Maar, nou hebben we Miljuska. Miljuska. Is een tv-kokkin. Wat doen veel koks mee. Maar die stelt zich even voor. Rustig kijken. Ik ben Miljuska Wietsenhuis. Hele mond vol. Zeg maar gewoon mail vanaf nu, dat is een stuk makkelijker. Waarom? Ik vind jou helemaal niet aantrekkelijk. Nee, maar daar gaat het even niet om. Maar gewoon... Mail, zei ze dat? Nee, mail. Oh, mail. Ja, ik dacht ook dat ze mail zei. Zeg maar mail. Ja. Mail, ja. Nee, maar zeg maar mail. Ja, maar zij denkt dus dat wij Miljuska een hele moeilijke naam vinden. Nee, ja, Juska, dat weet je hoeveel ik dat heb besteld bij escortbureaus. Ja. Kan ik spellen, joh. Miljuska weer. Miljuska. Ja. Oh ja, tuurlijk. Miljuska. Ja, oké, dat was even... Ja, terzijde. Ja. Nee, we hebben Anita en Buddy, die zitten in een lege vrachtwagen. Ja, ja. Vanaf het begin af aan is hun vrachtwagen leeg. Leeg, ja. En ze moeten een sleutel zoeken. En dan zijn ze 15 minuten aan het zoeken. En op een gegeven moment denk je, het gaat niet meer lukken. Het gaat gewoon niet meer lukken. Dus dat is, ik vond het vreemd. Ik vond het wel grappig dat haar knieën zwart waren helemaal. Oh, van op de knieën. Zie, want dat is dat bekende Nederlander, hè? Ja. Pijpen omhoog, pijpen naar beneden, gewoon pijpen als je maar pijpen kan. Ook ja, maar dat hebben ze niet uitgezonden. Nee, maar zij doet het wel. Zijn je knieën, hoe kan je knieën dan bruin zijn of zwart van de modder? Zo had ik hem net gekeken, scherp van jou, scherp. Scherp. Is ik zie er ook een code. Mol heeft twee knieën. Ja. Mol heeft bruine knieën. Ja. Ja. Nou, maar we gaan even door, Chris. Ja. Dat is weer vies. Ja. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Is niet, er zijn mensen die denken, hier is ook een mol afgetapt. Die moeten luisteren. Dat is tips. Dat is helemaal nergens. Nee. Johan en Jijke, die hebben een setje. En Johan en Jijke. En toen wou ik echt zo snel mogelijk, moest die vrachtwagen naar voren rijden. Ik ga gewoon. Ja, even kijken. Eerst even checken. Dus zij begon om die vrachtwagen te lopen. Nou ja, ik weet niet wat ze aan het doen is. Ik zat eigenlijk alleen maar van, ik moet die vrachtwagen gaan rijden. Ik heb nog nooit een vrachtwagen gereden, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel tof. Nou, dat heb je wel gedaan. De cijfers moesten. Ja, ik had de sleutel nog niet omgedraaid, de motor nog niet uitgezet. Want ik dacht, hé, wat zit er voor kaartje aan? En daar zag ik het nummer 4. Toen dacht ik, we zitten verkeerd. Nou, dat vond ik dus ook raar. Dat, je weet ten eerste dat je hebt nummer 2. Ja. En in de pot stond 2100, toch? Konden ze winnen. Ja. Toch? Dat klopt toch? Focus. Konden ze ja, dan weet je toch dat je hem sowieso zo rechts mogelijk moet zetten. Of links in dit geval. Dus dan hoef je niet eens te kijken. Ja, maar ik vind het... Uiteindelijk stond het nummer waar ze op moest staan, stond gewoon op de sleutel. Maar ik denk ook, weet je, als je die sleutel op blijft kijken, dat op zijn minst toch maar. Nou ja, dat ook wel, maar stel dat je dat niet deed, dan had je nu alsnog met gezond verstand geweten, ik heb een 2, dus dan moet die naast het euroteken. Ja. Dus, ja. Maar hij moet toch in het vakje 2, toch? Nee, hij moet gewoon. Je kan zelf bepalen waar je hem zet. Oh ja. In principe, maar zet je hem helemaal aan het begin, dan heb je 2 euro. Ja. En hoe meer je opschrijft, hoe hoger natuurlijk. Dan kan je naar 2000 komen. Maar dat deed hij niet. Nou ja, zet hem halverwege. Ja, maar dat is ook weer zo verdacht, joh. Ja. Nou, en dan hebben we Tina. Tina, die doet ook allemaal. Ik gok op 1, want als ik zie wat het is. Wat is dat? Oh. Een 8. Het. Maar ik doe het even. Nee. Ze bepaalt zo maar. Ja, tuurlijk. Je gokken maar, weet je. Toen was het gewoon afgelopen voor ons. Palen. Ze ging heel snel. Die cijfers intoetsen wat natuurlijk helemaal niet klopte. Ja.
Wat een as is, zeg. Ja, nou ja, dat was zeg maar de challenge van de vrouw. Ja, ik druk maar gewoon weer één. Ja, dat is toch gewoon leg even eerst. Niet logisch nadenken, gewoon. Dat is raar. Maar we gaan nu naar de uitslag. Oh. Maar weet je, normaal. Wordt er iemand weggestemd? Ja, irriteer me mateloos. Ze gaan dus via de computer gaan ze die test doen. Ja. En dan, ik heb het een beetje versneld. Ja. Dat is leuk hoor. Ja. Maar even snel doorheen. Ja. Eruit. Dus het rood scherm is weg, groen is blijven. Dus na van die. Ja, groen scherm. Gaan is dit? Ja, moedige vrijwilligers. Is veel leuker zo hoor. Ja, veel leuker. Eruit. Irriteert mij. Wacht. Buddy moet er echt uit. Ik vind het. Het irriteert mij gewoon. Weet je? Eruit, wegwezen. Wat blij ook dat. Wat blij ook. Eruit. Eerst even. Anita, ja, is dat geld op? Ja, Anita, weet je, blijft erin, want dat is toch de A-celebrity, toch? Anita. Anita, weet je, eruit. Ja. Waarom dan? Ja, waarom? Ze vraagt niet goed te beantwoorden. Ja, maar ja, ze is toch een kutwijf, ze kan er gewoon in blijven. Wat doet zij dan in het dagelijks leven? Ja, maar dat is super. Ik denk dat karma is, dat ze blijkbaar zich heel slecht heeft gedaan. Ja, dat ze gewoon iets slechts heeft gedaan daar in het hotel. Ja. Je hebt wel het spel goed gedaan, maar wij hebben al het hele suite eronder geschreven. Ja, je brengt de sfeer echt, de hele rare sfeer. Ja. Maar ik dacht dat het bij het spel hoorde. Ja. Ja. Had jij, hoeveel geld had je ingezet op Anita? Of hoeveel munten? Ik had niks op Anita. Oh, niks? Nee, ik had 50 op Bunny en 50 op Miljoen staan. Zo, dat is wel risico. Ja, maar ik moet dus niet in mijn emotie mensen weg gaan stemmen hier. Dat moet ik gewoon niet doen. Dat denk ik wel. Dat ik in mijn emotie, diep in mijn. Ik ga meer op de irritatie van het uiterlijk of het fysiek vertoon van die van de deelnemers. En dat moet ik niet doen. Want wet zie je. Ja, ik merk wel dat echt veel mensen dat hebben. Want bijvoorbeeld Buddy, die heeft best wel een grote gunfactor onder de mensen die kijken. Ja, bij mij heeft hij niks. Veel per dag. Bij mij krijgt hij helemaal geen stuiver. Nee, maar Buddy is bij de jongeren goed populair. Bij de meisjes helemaal. Daar heb ik niks mee te maken als jij geen uitstraling hebt. Weet je, moet je gewoon naar huis. Maar heb jij op Buddy gestemd? Zou je dat nou? Als potentiële mol, ja. Maar daar ga ik nu wel voor af, want dat doet eigenlijk niet. Nee. Oh, want je gaat je punten nu weer anders verdelen dan? Ja, Miljuska sowieso en Tina, denk ik. Nou, ik maar, want waarom heb je ervoor gekozen dan om in het begin op twee mensen te gaan zitten en niet om te spreiden? Want ik vind dat wel een risico. Ik dacht wel niet. Ja. Ja, dat is wel een statement. Ja. Einde discussie. Ja. Punt. Ja. Punt, ja. Heb jij vaker dat je zulke soort risico's neemt dan? Met gokken en zo, of dingetjes? Nee, eigenlijk niet. Nou. Want er is ook iemand. Ik heb iemand gezien in de pool, die is eruit. Die heeft alles op één iemand, die heeft alles op Anita gezet. Maar kan je niet stiekem weer mee? Ja, dat is niet. Nee, dat is niet. Is het niet handig? Nee, maar ja, jij doet 2 op de 10 kans. Dat is ook wel vrij groot. Ja, maar wat kan je winnen dan? Ik weet, ik had daar soms een voorstel bij. Ja. Wat kan je winnen dan? Kan je wat winnen of is het eigenlijk alleen maar voor de fun, die pool? Jij hebt een pool toch gemaakt? Als je alle punten behoudt, dan word je wel de beste of zo. Misschien dat je iets van wist te maar jij hebt die pool toch gemaakt? Ja, ik heb die pool gemaakt, maar ik weet toch ook niet. Ja, maar krijgen we dan geld van jou? Hoe werkt dit? Want ik doe alleen maar mee als ik geld krijg. Maar het is niet alleen een pool, je hebt ook gewoon iedereen van die op de app zit. Ja, iedereen die op die app zit. Ja, oké. Nee, maar als je dus de nummer 1 wordt van alles, kan je dan iets winnen of zo? Een Wie is de Mol t-shirt? Waarschijnlijk zo'n bordspel of zo. Ja, wat heb ik dan een bordspel, joh? Ik irriteer me al aan Buddy, joh. Ja, nee, maar ik heb Buddy in huis. Het is voor de fun. Buddy in huis. Ja.
Nee, maar het is gewoon voor de fun. Dat is toch leuk? Okay, dat is een beetje... Nou, maar want, ja, zij is nou ook in de... Ik ga zo meteen even die app doen. Ja. Ga ik spreiden. Maar kan je dan, als je game over bent, kan je dan stiekem wel weer opnieuw meedoen? Of hoe werkt het dan? Kan dat niet gewoon? Nee. Ja, moet je volgens mij een nieuw account dan maken. Maar ja, okay. Het gaat via een mail. Ja. Oh, dus je moet ook echt heftig mee. Ik ga ook echt spreiden en goed kijken. Ja. En heb je nu tips voor mensen die zeggen: oké, ik stap er nu in of ik ga nu mijn punt opnieuw verdelen? Op wie zet jij nu meer in? Ik ga nu op Miljuska zetten, omdat ik weet niet. Ik haat haar ook gewoon. Ik ga tips. Misschien op internet een beetje kom, de hints kijken en op YouTube die hints kijken. Ja. Want er zijn uiteindelijk best wel veel mensen die dat video's over maken. Maar ben je dan ook, mogen jou dan echt een moloot noemen? Of wat van, ja, het zo heet dat, Chris. Een moloot. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Oh. En vanaf sinds wanneer ben je zo een freak? Ik denk dat dit nu derde of vierde seizoen is dat ik kijk. Zo. Okay. En ben je ook zo met je school of niet? Ja. Dingen uitzoeken over de geschiedenis. Nou, en, nee. Oh. Dan zeg je ouders dan, hey, gaaf... Ga eens even Krantenwijk doen of zo. Of ga je Donald Duck lezen? Ja. Iets nuttigs doen. Even iets nuttigs doen. Of de Tina. Bestaat dat nog? De Tina. Tina. Ik weet niet eens. Oh, weet je wat de Tina is? Een meidenblad. Ja. Dat is een meid die dan... Ja, dat heb ik wel gehad. Maar ik weet niet of het nog bestaat. Oh. Of de Okko. De Okko? Wat is het? Eppo. De Eppo. Ja, Eppo. Nou, maar goed, dit okay, was het even. Oké, ja. Hey, doei. Ja. Nou ja, ik wil je heel erg bedanken, Annelinde. Dat je zo snel kon inspringen. Ja. Een waardige vervangster. Heel leuk, heel leuk. Ja. Heel veel succes met je business school, Notenboom. Ja. En met je liefdesleven, want die is heus wel ergens. Schoort ook alles aan. Schoort alles aan. Nee, ja. Nee, je hebt haar account gezien, is leuk. Ja, ik heb het een foto op die olivaar en zo. Olivaar of hoe heet dat ding? Ja, is dat een olivaar? Nee, maar je hebt wel veel volgers. 791. 700, ja. Dat is bescheiden. Meer dan ik. Ja. 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 Ja, maar als meisje is het sowieso makkelijker volgens mij. Ja. Heb je merkt dat als jij een foto doet met een beetje pikant, dat je dan meer volgers hebt? Tuurlijk. Er wordt wel beter op gereageerd, merk ik, ja. Ja, dat heb ik dus niet. Zeggen ze dan, hey, lekkere foto, je bent lekker. Zeg dat kan niet, is 17, dat is strafbaar. Ja. Nee, maar er zijn toch andere tieners die tuurlijk, dan... Ja, andere tieners. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, maar goed, daar gaat het even goed. Ja. Nogmaals, dankjewel, Annelien. En we gaan je in de gaten houden hoe je gaat scoren. Ja. En misschien dat we nog dit seizoen later. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik weet het niet. Dat kan allemaal. Yes, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Ach, yes. Liefst. Doei. Nou, het is toch mooi dat het gewoon toch nog geluk is. Want we hadden een better poster. Ja. Die haakt opeens af. Ja. En die gaat nu nooit meer gebeld worden. Want dat, zo werkt dat nou eenmaal. Eigen schuld, dikke baas. Ja, we rekenen op iemand. Ja. En dan gaat het over. Maar zij was er dus... Mooi. Ja, ik ga die app downloaden en ik ga me inzetten wie ik denk dat er de mol is. Ja, dit is wie is de mol aftalk deel 1. Chris, we hebben het nu wel goed onderverdeeld, hè? Een beetje het eind is altijd tv, films. Ja, dat komt wel, ja. En de tv afgelopen zondag was Andere Tijden Sport met Marco Zandstra. Ja, die moet ik nog hebben gemist. Oh. Ik wilde die wel zien. Ja, nou, ik heb zeg maar al gekeken. Dingetjes uitgezocht. Nou, ik heb één dingetje eigenlijk, dat vond ik gelijk wel heel grappig. Ja. Want Falco Zandstra is schaatster, was schaatster. Ja, schaatser. Schaatser, toch? Schaatser. Schaatser, ja. Schaatser. Dus hij was heel talentvol. Ja. Heel bijzondere jongen. Ja, mooie uitstraling. Een spijker, want hij had hele dunne beentjes. Ja, hele mooie jongen, heel populair. In de jaren 80 werden agendas van hem gemaakt. Ja, boekjes in dat jaar. Ja, wat is het? Eind jaren 80? Halverwege 90. Oh, halverwege 90, ja. Ja. En dit is een documentaire, want hij had ook zeg maar dat die periode dat hij er gewoon helemaal doorheen zat op dat moment. Maar het was na een wedstrijd. Ja, maar we gaan even. Ja. Ja.
Ja, dat doet een ouder, die doet dat zeer. Ja. Heel zeer. Falen, dat vond, dat past niet bij mij. Oh. Ik kreeg angstaanvallen. Ja. En de angstaanvallen werden ook steeds, kwamen ook steeds vaker terug. Ik heb het er met Rintje ook wel over gehad. En die had een vriend, die had het precies hetzelfde. Ja. Hij zei, joh, hij zei, het was winterweer. Hij zei, we gaan schaatsen. Je moet andere dingen gaan doen. Ben ik dus de hele middag met hem wezen schaatsen. Heerlijk, geweldig. Gewoon even andere gedachtes. Ja, gewoon, ja, we gaan even wat anders doen. Ja, schaatsen. Je doet al tot. Ja. Misschien moet je gewoon dan een rondje harder schaatsen dan. Dan heb je niet zo. Ja, maar hij is natuurlijk. Ja, maar ik vind het gewoon grappig dat Rintje bedenkt van. Nou, we moeten echt even iets heel anders gaan doen. Ja. Gewoon gaan schaatsen. Zie je ook, we moeten iets heel anders doen. Ja. Wat moeten we doen dan? Ja, ik zit er. Ja, maar dat was schaatsen. Rintje had een vriend die dat ook had. Ja. Maar die was waarschijnlijk geen schaatsen. Nee, die was dus, als je met hem gaat schaatsen. Ja. Weet je, we gaan schaatsen. Maar Rintje die kan niet schakelen. Die kan niet. Die kan alleen maar. Iets heel anders doen. Ja. Schaatsen. Ja. Maar in diezelfde zin heeft hij natuurlijk tegen een vriend gezegd. Ja. We gaan iets anders doen. Wat gaan we dan doen dan? Ja, schaatsen. Oh, ik ben een tennisser. Ja, okay. Ja. Maar dat was dus dit moment. Dat vond ik wel grappig. Dat vond ik heel leuk. Kleine, ja. Maar verder was het wel interessant. Ja, maar hij is toch iemand. Hij is het prototype van de loser. Ja. Toch, ja, hij heeft toch. Slemiel. Ja, kijk, die band die viel opgeven. Ja, dat was treurig, hè? Ja, dat was klaar. Volgens mij zijn laatste ding. Ja, toen hij over dat blokje, viel die over een blokje of zo? Ja, over die band? Over die band. Die viel. Die kwam zo in zijn schaats. Oh ja. En daar gleed hij over. Dat was heel snel. Hij was zeg maar de eerste met de klapschaats toen hij nog niet uit was gevonden. Ja. Daar ging klapte. Ja. Ja. Ja, maar dat is toch zo? Ja, oké. Ja, maar dat was dus afgelopen week. En Help Mijn Man is Klusser. Oh, jezus. Ja. En daar heb ik ook al, ik had al een meme geplaatst. Ja, ik zag het ook weer. Van de gast is helemaal niks. Die dan, En wat is er nog meer? Er komt, even kijken. Married at First Sight is natuurlijk nu volop bezig. Ja. En je krijgt ook weer Expeditie Robinson met onbekende mensen, dus Nederlands en Belgen. Ja. En die komt alleen op Videoland. We gaan even kijken of wij daar nog iets mee gaan doen. Ja. Want we hebben natuurlijk nu ook Wie is de Mol. Ja, klopt. Dus we gaan even kijken hoe we dat doen. All Together Now is nu alweer een paar weken bezig. Maar dat vind ik, dat is apart. Dat is een zangwedstrijd. En dan kan je dus met stemmen. En maar dan kan je dus in één aflevering... Als je dan wint, dan win je €10.000. Oh, dat is wel lekker. Dat is toch gemakkelijk verdiend? Ja, maar kan je ook meerdere afleveringen meedoen dan? Nou, weet ik niet. Ik heb dan sowieso, weet je nou, €80.000. Ja, maar dus dat vond ik wel raar. En qua series, wat hebben we... wat misschien wel interessant is. Vorige week zijn we vergeten om de Golden Globes te behandelen. Ja. En dan ook vooral Ricky Gervais. Ja, daar gaat eigenlijk de Golden Globes eigenlijk over Ricky Gervais. Ja, dat is waar mensen voor kijken. Ja, en daar is het in de cinema niet zo. Nee. En dat is ook waarom Hollywood die is een beetje in angst. Ja, want zij hebben geen humor. Veel mensen. Veel, En hij begint gewoon lekker. Had je hem al gezien of niet? Ja, ik heb stukjes gezien. Oké, ik heb ook stukjes nu, want ik heb sommige... Ja. Thank you. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking, I never did. NBC clearly don't care either, fifth time. So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello? Lucky for me, the Hollywood Foreign Press can barely speak English, and... They've no idea what Twitter is, so I got offered this gig by fax. So let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel. So, yeah, remember that. Ja, maar dat is de essentie wel. Met alles. Nou ja, mijn commentaar is, en dat vind ik wel heel grappig, en ik zag het ook al voor je bijkomen. Kijk. Ik geloof altijd in energieën. Mm-hmm. Dus stel dat je, bijvoorbeeld jij hebt een eigen platform, zeg maar, dus dan kan je het zeg maar doen. Mm-hmm.
Maar er zijn heel weinig comedians die dit kunnen doen. Dus dat betekent dat jij dus of heel veel macht hebt, of heel veel geld hebt, of status, zeg maar. Nou, dat zijn alle drie die hij heeft. Dus het niveau waar hij op speelt, hun zitten onder hem, hè. Ja. Want anders kan je dat, je kan dat nooit doen in je leven. Nee. Als wij dat doen, worden wij gelinched tot de steen. Ja. En hij, ze zeggen dat hij een vrijmetselaar is, zeg maar. Ja. Dat hij op een vrijmetselaar in Engeland, dat hij vrijmetselaar is, dat hij dit kan doen bij dit soort mensen. Want anders kan ik het... Dat kan helemaal niet wat hij zegt. Maar er zit iemand binnen die organisatie ook... Ja. Die zegt van... fuck it, we gaan hem neerzetten. Ja, maar dan ben je, echt op een niveau van... Dan ben je en maar er zijn ook mensen die het niet snappen... En die hem niet durven neerzetten. Dus er zit ook wel iemand die zegt van... We moeten hem neer. Want... Ja, maar iedereen die eronder zit... Zelfs Tom Hanks, die moet zijn bek houden. Ja, dat klopt. Snap je? En wat er allemaal zit... Hij pakt ze gewoon... Hij zegt dingen dat ik denk... Ja, maar dat weet ik en dat weet jij. Maar hoe durf je dat te doen? Maar dit, zeg maar... wat hij dus wel zegt van... onthoud, het zijn grapjes, hè. Ja. We gaan allemaal dood. Ja. En er komt geen deel 2, hè. Mooi in taal. Ja. Maar dat is ook wat ik doe. Ja. Mensen, kijk even... Het zijn maar grappen, weet je... Ja, maar jij bent vrij, zeg maar. Ja, maar hij ook. Ja, maar het is knap als persoon. Ja, maar hij is natuurlijk op dit is het allerhoogste niveau van de wereld. Hè? Ja. Dit zijn wel, hij heeft het wel tegen Tom Hanks. Ja. Snap je? Die gewoon 4 Oscars heeft, die geld heeft, die status heeft. En hij ik vind het heel bijzonder. Ja. Het is een hele bijzondere ziel, Ricky Gervais, hè, trouwens. En hier komt een pedofiele grapje ook van funny. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Ja, ik vind het zo mooi, die ontwapening. Dat, weet je? En dat is hier ook, dat gaat hier ook veel. Ja, dat vind ik zo grappig. Want ik dacht al, hij gaat daar naartoe. Ja, want ik zag die poster al. Ja, ik vind het goed hoor. En die acteur dan zo, tief verslaan. Ja, en dan over Cats, dat is ook zo, over de film Cats. And the reviews, shocking. I saw one that said, this is the worst thing to happen to cats since dogs. But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play. Because she... I can't do this next joke. Because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her... Is that right, sir? Verbal. She's old school. It's the last time, okay. Ja, leuk. Mooi. Ja, maar ik vind het zo mooi. Ik vind die man is zo goed in die grappen. Het is maar goed, ik vind het mooi dat je ziet Ellen ook kijken. Ja. Want Ellen is ook comedian, weet je wel. Die snapt hem ook. Ja. En dat is wel mooi. En er zitten ook inderdaad ook mensen in de zaal die zeggen... Oh, ja, maar hij is mooi opgebouwd. Het is een woordgrap. Ja. En dan opbouwt hij hem helemaal in beeld op. Dat is echt wel goed, hoor. Ja, hij speelt ermee. Hij is ook... Als hij lacht, is hij echt onwijs likeable. Ja, maar hij geeft hem ook... Weet je, hij zegt ook, ik moet deze grap... Weet je, maar je hebt hem zelf... Het is zo goed. Je weet gewoon van... Het is zo goed. Dit is een hele slechte grap. Ja, maar ik wil het nu wel doen. Maar, ik vind het wel heel goed. Ja. Ja. En hier gebruikt hij gewoon echt zijn macht. Ja, nu gaat hij... Dit is zeg maar viral en alles zit erop. Ja, want hier zit zeg maar echt de haat. Dit is echt... Fuck jullie, ik ben klaar met jullie. Dit is ook wat... Apple roared into the... The TV game with a morning show, a superb drama, a superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and... Yeah, fuck off. Yeah. So... It's already 3 hours long. Yeah. Really? Yeah.
Right, let's do the first award. The mooi. First award. Maar Jodik zegt, ook zo mooi, en bedank je God, ja. Weet je, zo, ja. Niet dat onze God is, nee, maar jullie verering, ja. De duivel, ja. Weet je, ja. Shit. En ja, maar je ziet ook Tom Hanks van, zo echt zo van, ja, zo'n braaf jongetje, of nou, hoe zat hij daar? Van, ja. Nee, hij zat daar van, oké, hij vertelt het gewoon. Ja, maar van, ja, weet je, ja, ik luister toen naar. Ik dans toch naar de pijpen van het beestje, ja. Dus ik ben het beest, weet je, ja, en hij zegt het gewoon. Ja, maar hij was hier echt gewoon, het was een perfecte opbouw, gewoon ja. jokes, harde grappen. Ja. En hier zat, dit is gewoon waarheid, ja. Van, what the fuck, jullie hypocrieten. Ja, maar dat is het, hè, ja. En dat vind ik vind, om dit te doen. En dit is geen Kevin Hart, die, Nee, maar ook, hij zegt woke, dat betekent, ja. Zeg maar, bewustwording, ja. van je zegt dat jullie ook goed zijn, oké, okay, ja. Maar wel de halve wereld leeg. Ja. En hij, tuurlijk, hij is een, hij zegt dat hij een atheïst is, maar er zit heel veel liefde in zijn comedy. Ja. Dus er zit God in wat hij doet, zeg maar. Ja. En het is een hele bijzondere ziel, een hele bijzondere man, hoor. Echt. Hij zegt zo vaak raar. Knap, hoor. Ja. Knap. Ja, ik vind hem gewoon echt een van mijn favorieten. Ja, ik ook. Maar ook gewoon, hij is Engels humor, vind ik ook heel cool. Ja. En een van de series van de Golden Globes, die won bij Golden Globes, ja. Is Fleabag. Daar heb ik het over gehad een paar weken geleden. Ja. En dan was het een beetje snel doorgemompeld. Maar het heeft dus wel de beste musical en / comedy in die categorie hebben ze gewonnen. Oh. En beste comedy actrice. En dat is dus zij. We gaan een klein stukje even kijken. Oké. Okay. Dus zeg maar, zij hebben dus een zus. Oh ja, en, wat jij hebt verteld. Ja, en die zus die zegt zo, het braafste meisje van de klas, een tukje. Ja. En die gaat hem op haar, tijdens bij haar bedrijf, Woman of the Year, gaat ze organiseren. Okay, ja. En ze is helemaal gestrest en zo. En die zus gaat helpen. Sad, we felt like a family. Especially sad when you have to tell your family not to touch each other up by the photocopier. Stop making jokes. Sorry, I can't help it. You can. Belinda's coming. Don't speak to Belinda. Hello, Claire. Hello, Belinda. God, you're tasteful. Hmm. Oh, are these meaty? Say something. No, I think they have courgette in them. Oh. I love courgette. You can treat them appallingly and they still grow. She seems lovely. Yeah, she's great. So who are you so nervous about? I'm not nervous. I'm being completely... Claire! Oh! Oh, wow. God, sorry. I'm so glad you could come. Of course, it's my job. Oh, this is my catering. She's the sister. Hi. I ate a sausage over there, thinking it was a prune. 15 years of vegetarianism. Gone. Like, bam! Oh. We could actually call them bangers. Ah, that's funny. Yes, it was. So how do you two know each other? We are partners. Business partners. She's been working with me in Finland. Yes. And, we don't get to see each other that much. Exactly. But, I'm a big huge fan. Thank you. Admirer. I'm going to get a drink. Do you want anything? Oh, champagne, please. Oh, off the wagon. But just when I'm with you. Let's go fucking crazy tonight then. Hmm? What did you say? What did you say? I just said, let's go fuck like crazy tonight. Oh God. Okay. Shut up. Oh my god. He is a very good businessman. Okay. He's just socially ik trek dit niet, joh. Okay. Ik vind dit zo kaas slecht, joh. Oh. Oh, ik haat dit. Ik haat dit. Okay. Tot uit het diepste van mijn ziel. Van dit slechte comedy. Ik had nog een fragment, maar laat maar dan. Jij vindt dit dus leuk? Wat vind jij hier nou leuk aan? Het zit goed in elkaar. Weet je? Wat zit hier goed in elkaar aan? Ja, je moet gewoon de hele serie vanaf Het is zo vrouwachtig. Ik hou niet van die comedy. Dan ben ik misschien ik vind vrouwelijk.
ik hou niet van die vrouwencomedy. Nee? Het is te, je ziet het nee, maar aankomen. Zij is geen vrouw. Zij is gewoon een. Nee, maar ik zie het. Weet je, het is gewoon iemand die. Ja. Kijk, het is gewoon heel simpel. Zij doet stiekem dingen. Ja. En probeert schijn hoog te houden. Ja. En zij is niet hypocriet. Nee, zij vertelt gewoon wat het is. Dat weet ik ook wel. Wat het is. Dat is het spel. Dat vind ik gewoon niet leuk. Mag ik dan ook af en toe. Ik vind het zo kluchtig. Lekker bak ijs. Om nou in te nemen met een pruik op. Ja, die allemaal door de deur heen. Was die weg? Ja. Ja. Nee, ik kan er niet tegen, joh. Lekker. Ja, dan ga ik me even opkleden achter de schermen. Ik hou daar niet van. Ja, okay. Ik trek dan gaan niet. We nu wel naar een ding van jou. Ja, ja. Ik zei het vorige week al. Ja. En ik had het toen al gezien. Ja. En ik zei tegen jou, je moet hem zien. Ja. En we hebben het over Jojo Rabbit. Ja, ja, ja. Die is ook in de prijzen gevallen bij de Golden Globes. En ook echt kanshebber met... En we gaan naar Jojo Rabbit kijken. Ja. Dat is een film. Een jongetje zit in de oorlog. Ja. En het jongetje adoreert Hitler. Ja. Want je weet niet beter als je jong bent. Nee, tuurlijk. En je zit in die oorlog en die jongen wil gewoon soldaat. Dit is 19... wat is het? 43? Zoiets? Ja, ergens zoiets. Ja. En dit is eigenlijk de openingsscène. Ja. En dan dat begint gewoon lekker al. Want die jongen... Ja, die heeft Hitler als denkbeeldig vriend. Ja, dat zegt ook over heel... Yeah. Not to mention the fact you're really good looking. So you're going to get out there and you're going to have a great time, okay? Okay. That's the spirit. Yes. Okay. Heil me, man. Heil Hitler. What? You can heil me better than that. Heil Hitler. No, just throw it away. Don't even think about it. Heil Hitler. No, you're overthinking it. Heil Hitler. Heil Hitler. Who's Hitler? Do you even speak German? Heil Hitler. That's not a heil. This is a heil. Heil. Heil Hitler. 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 Ooh, Hitler. That's it. You got Hitler. It. Heil Hitler. Hitler. Have a great day. Heil Hitler. You're going to be the best. Heil Hitler. You can do it. Heil Hitler. 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 Ja. Ja, dat is dus gewoon... Ja, maar ik moet ook bij zeggen, ik heb hem in de bioscoop gezien. Ja, oké. Okay. En dat geeft in deze... Hoe reageerde de zaal? Reageerde die hier? Helemaal kapot. Ja, bij dit stuk al? Er was een man die zat voorin, die kwam niet meer bij. Ja. Die hele tijd, als hij dan begon te lachen, begon die hele zaal te lachen. Ja. Het was net een pure comedy, het was een comedy show. Ja. Want ik heb het alleen met South Park ooit meegemaakt. 10, 20 jaar geleden. En dit was hetzelfde. Het was zo, je moet hem eigenlijk in de bioscoop zien. Ja, ik kijk dus eigenlijk niet. Ik vind vaak van, bij een echte actiefilm moet je naar de bioscoop. Mm, mm. Maar eigenlijk voor dit zou je eigenlijk... Eigenlijk moet je naar comedy. Ja. De eerste week als die uitkomt gelijk in een comedyfilm. Want dan later zie je, dan zit je... Dat is ook zo treurig. Want dan zit je daar, pluk je mensen en hier. Ja. Maar eigenlijk moet je hem gelijk als die volle bak in een comedy. Ja. Dat is echt, ja. Ja, ik vond dat eigenlijk alleen maar lekker als de zaal al leeg was. Ja, maar dan niet, want dan lach, ik lach niet meer. Het is een hele goede comedyfilm, ik heb maar twee keer gelachen. Ja. Maar iemand met wie ik was, die zei, vond je het wel leuk? Ja, ik heb twee keer gelachen. Ja. Maar ik heb echt genoten. Ja. Ik heb echt, wel favoriete film van het jaar voor mij. Ja, dit. Ja maar omdat, het was inderdaad een comedy, maar er zaten meerdere lagen in. Ja. En het was zeg maar... onderhouden, dat je bleef zo kijken. Want ik had, kijk, je hebt wel eens bij een film na een kwartier, als je hem dan toch thuis kijkt of wat dan ook, ik ben nu al zo, ik ga niet meer verder kijken. Ja. Maar ik wilde hem verder kijken. Nee, ik zat er helemaal in en ik had het, want we gaan, dit is het volgende ding, zeg maar. Gaan we nu gelijk door, maar zeg maar, dit aspect, want er zijn mensen die het waarschijnlijk niet, dat is je grap gaan, maar het gaat... Nou, dat geloof ik niet. Nou, het element van, je hebt nog steeds heel veel moraal in, dus over de oorlog kan je niet, don't mention the war, maar... Ja. Fuck it, dit, kom op, dit. Het feit dat, zeg maar, dat je tegen elkaar haal Hitler opbokst. Ja. Zo in een zaal of in een film. Dat is gewoon zo grappig. En ook omdat het Hitler is, zeg maar. Die, hij praat Maar het is Hitler. Ook het beeld van een jongetje van 8 jaar die in die wereld. Dus het is heel speels en heel komisch. En dit is wel, het is gewoon goed gedaan hoor, weet je. En hij heeft ook een leuk vriendje. Ja daar ben ik ook een fan van. Ja. Ja, hij is gewoon goed gecast. Dat is goed gecast. En dat ventje over 20 jaar is hij met hem zat. En dan denk ik, nu al, zeg maar. Nu al. Maar dit is een rol. Ja, ze liggen samen in bed, zeg maar. Want ze zijn vriends van elkaar. Ja. Nou, ik ben best... I forgot about the Brussels sprouts bit. Imagine catching one and giving it to Hitler. That'd be a surefire way to get into his personal guard. Then we become best friends. I thought I was your best friend. Yogi, you're my second best friend. First place is reserved for the Führer. So unless you're Hitler,
hiding in a fat little boy's body, yeah, I'd be happy with second place. I guess I'm just a kid in a fat kid's body. Case closed. Case closed. Yeah. Ja, maar dat is in het begin in de film zo goed. Maar het is zo schattig ook. Het is gewoon zo mooi. En dit is die rol van dat jongetje die... Ja, dat is zo goed gekast met die brilletje. En, maar die hoofdpersoon, want ik zei tegen jou gisteren of zo van... Ja. Die jongen heeft al een prijs gewonnen, of hij is genomineerd. Ja, die Jojo. Ja, die, volgens mij, of die nou een prijs won, dat weet ik nog niet. Maar ja, goed, Jojo en Hitler, die gaan wat ze ontdekken. Nou, ja, dat of moeten we... Spoiler alert, ja, maar dan fuck it, weet je. Ja. Dan, maar gewoon, dan kunnen we niet vrij over praten. Nee. Ik ga gewoon Je weet hoe de oorlog was. Iedereen, spoiler alert is de oorlog. Je weet hoe we thuis gaan als ouders ruzie hebben. Tegen de joden is het. Weet je wel? Ja. Ja, en opeens is er een joden. Je moet het verhaal vertellen, want ik ga het gewoon fuck it, dan moet je maar, zet je het maar uit. Maar waar het om gaat is dat Jojo en zijn moeder wonen in een huis. En hij vindt daar dat zijn moeder achter een... Niet achter een boekenkast. Achter een boekenkast, maar in een ruimte. Maar achter een boekenkast. Nee, in een ruimte zit er een Joods meisje verstopt. Ja. Dat is het verhaal, toch? Ja. En dan is het... die ontdekte... En hij ontdekt die niet. Ah, fuck, wat moet je en Hitler is een denkbeeldige vriend. Ja. Die denkt, wat de fuck is aan de hand, toch? Dat is de scène. De plannen, The powers. My control. Oh, typical. You see how fast she moved? Yes. Oh, like a little female Jewish Jesse Owens. And now she's got your fancy knife. Mmm, my knife! Yeah, like a little female Jewish Jesse Owens, Jack the Ripper. You're definitely in a pickle, my friend. What to do? Oh, got it! I will negotiate. Burn down the house and blame Winston Churchill. Or negotiate. Excuse me, little girl, Jew girl in the wall, you, Jew. Ja, dit zit Hitler niet zo in die, trouwens in de bioscoop. I'll just say what I have to say. Dat zit de hardste lachen. And that's this. I'm not klik, klik, you, Jew girl, die lachen. Find somewhere else to live. Draait ze om, bam, echt heel hard lachen. Yeah. Yeah. Not okay. Get the hell out of my room. She's pretty rude, you know. That's just my two pfennige. And now she's got two knives. I know. How are you going to chop up stuff? I don't know. Oh, and she's still up there too, that thing, that... Jew. Yeah, Jew, yeah. Well, what are we gonna do about that, Jew? You think of something. Huh, now I'm the expert. Stop offering me damn cigarettes. I'm 10. All right, sorry, I'm stressed out. Okay, let's talk like turkeys. You can't tell your mother or that Jew will cut off your Nazi head. But there's no reason this thing in the attic needs to ruin your life. In fact, you could use it to your advantage. How? When someone tries to use mind powers on me, you know what I do? Use mind powers back on them. Remember last year when that one-armed pirate von Stauffenberg tried to blow me up with a table bomb? Yeah, you survived. Correcto mundo. But the only reason I survived, apart from having bomb-proof legs, is because I outwitted old von Stauffy. I let him think that I was dead when in actual fact I was absolutely fine. By pretending I was dead, I drew out all the traitors. So what are you going to do? Pretend I'm dead? Exactly. Wait, no. No, what I mean is this. Make her feel safe and then she'll drop her guard and then you will be the one in control. Reverse psychology. Don't complicate things. Just use my backwards mind power trick and everything will be fine. Ooh, I gotta go. We're having unicorn for dinner at my place tonight. Concentrate, Jojo. Remember, a Jew living in your wall is better than two Jews flying around with their bat wings, climbing down chimneys and eating innocent Nazis. And don't give her any more knives. Tjus. Tjus. Dat is grappig. Ja, dit is gewoon goed hoor. Ja. Hele scène. Ja, maar hij zei op een gegeven moment ook van... you're 10, act like you're 10. Zoiets. Er zit de opbouw van een callback in. Ja, maar ook gewoon de subtiliteit van even zo die peuk aan. Peuk en dan het opzet van een andere joke die later terugkomt. Want dan zie je Adolf Hitler aan tafel eten met zo'n eenhoorn hoofd.
Ja, het is echt... Ja, maar op een gegeven moment gaat hij een beetje met het meisje... Ja, wordt verliefd natuurlijk een beetje. Maar dan wordt hij jaloers. Ja. Dat is ook... Hi. You two seem to be getting on well. Ja. I was just making sure she was still alive. What do you care? I don't. I just don't want a dead person in my house. How would you like it? I'd love it. More dead people in my house, please. Look, just all the time you two are spending together, it's making me feel very uncomfortable. You suggested it in the first place. Did I? Yeah. Oh, yeah, I did. Besides, it's for the book. God, you're right. I'm sorry. Did I make it weird? It's weird now, isn't it? It shouldn't be weird between us. None of this should be weird. Fine. I'm just tired of going to bed. Yeah, I was just keeping your bed warm for you, because that's what real friends do. Hey, what do you think about this uniform? I'm not sure about the hips on the pants. Should they be bigger? You look great. Yeah. Thank you. Ja, ja, dat is zo grappig. Manipulatief. Ja, maar ook goed, gewoon ook. Het feit dat gewoon een Hitler zo in je bed ligt. Ja. Dat gewoon ook zo met die handjes zo. Ja. Dat is gewoon al een echt fucking grappig. Ja, maar omdat zeg maar... Dat is gewoon... Omdat je dat niet... Hitler's staan en dat. En dan, maar dan maakt het brokkel heel die gezellig af. Je maakt Hitler lief tot een onzeker. Tot een komisch. Ja. Echt, weet je, Hitler is heel vaak. Ik voel me er heel oncomfortabel bij. Ja, nee, maar dat je dat zegt. Van, dat jullie samen zijn, dat maakt me heel oncomfortabel. Bijvoorbeeld de Great Dictator van Charlie Chaplin of zo. Wat ook zo'n film is uit welk jaar. Dan wordt hij toch altijd neergezet als. Hij schreeuwt, dus dan gaan we nog meer schreeuwen. Ja. En hier wordt hij helemaal ingezet als de perfecte, totale soort kindervriend. Ja, een soort hele huisman die gewoon zegt, wat vind je van deze broek? Ja. Dit is raar, hè? Ja, ik heb echt net warm gehad en dit goed. Moet niet dragen. Ja, ja dan zijn ze echt in oorlog, want alles van binnen. En dan zit dit cafeetje, dat zie je dan in... Ja. Nu, maar dit is heel grappig. Dit is gewoon hilarisch. Dit is... Jonge naïeve. Ja. Dit is... Yogi? Die gescheurde kleren. Ja, die wond op zijn rug ook. Ja, met die papieren kleding. What's going on out here? The Russians, Chocho, they're coming. And the Americans from the other way. And England, and China, and Africa, and India. The whole world is coming. Help me with this ammo. And how will we do it? Terribly. I'm only friends with the Japanese, and just between you and me, they don't look very Aryan. Dat is echt heel komisch. Maar dat is een hele goede... Ja, een hele goede analyse van die hele wereldoorlog. Ja. Snap je? Dat is echt... Maar wat ook zo mooi is... want jij zegt ook meteen die plek op zijn rug. Ja. Maar die laten ze niet helemaal full zien. Nee. Maar je ziet toch constant dat die helemaal gewond... Ja, maar dat die papieren... Ja. Want het is echt oorlog. In de einde van de oorlog hadden ze geen geld meer. Dat papieren uniform aan. Maar kijk, ze hadden ook kunnen zeggen... We zoomen het uit en dan zie je helemaal dat die... Ja. Maar het is gewoon heel subtiel gewoon. Ja. Je ziet gewoon van... Oké, hij is gewoon naar de... Ja, en ik heb zo gelachen ook. Dat het die ja, ik kan er ook helemaal niet lopen. Wat is dit warm, zeg maar. En ik heb echt... Maar dit was... Waren dit alle clips? Ja, ik had... Oh. Ja, maar je hebt nog dat fragment natuurlijk met die Duitsers. Maar dat wil je niet. Maar dat is ook niet, zeg maar goed, dat kan je dat kan je bijna niet, dat vond ik zo. Dat moet je zien ook, net als eigenlijk met de bezoeker, maar daar had je nog wat anders. Maar dat is, ik heb die scène, dikke, die was ook heel hilarisch. Die dikke vrouw, die vieze, dat ze in het begin zeggen, ik heb 18 kinderen gegeven voor het... Voor het rijk. Ja. Cynisch zo. Dat lichaam zo. 18 kinderen voor het rijk hier. Weet je. En mensen moeten ook in het zwembad scène. Die is briljant. Kapitein K. Ja, maar ook inderdaad. Een zwembad scène van. We gaan nu een oefening doen. Zwemmen voor als we in een zwembad worden aangevallen. Ja, maar kapitein K was ook eens. Ik weet niet wie die acteur was. Maar die was... Ja dat is bij Kiki. Is dat bij Kiki, kapitein K? Ja, die alom geprezen... Acteur? Ja, acteur, regisseur. Dus hij de regisseur van Jojo Rabbit?
Die acteur. Ja, volgens mij wel. Kapitein K. Ja. Captain K. Nee, dat is Adolf. Dat is Adolf is Adolf de regisseur, hè? Is de regisseur. Ja. Ja, is ook en... goed. Captain K. Dat is die... Deze toch? Die. Nee. Jawel. Dat is Captain K. Dat is Sam Rockwell. En ja, die speelde ook in Three Billboards. Die ja, heb ik vorige keer gezien, film. En ook in Iron Man 3. Ja, ja, dat... Inglourious Basterds, zag ik. Toch? Ja. Nee, oh, dat is weer die andere. Dat is die... Oh man, die gooit al zo goed. Oh, die grap met die headers. Ja, dat is... Ja. Nou, mensen moeten gewoon kijken. Ja, dat, maar dat, het was echt... Het is geen typische... Het is geen kinderfilm. Dus als, je moet de lagen, zeg maar, snappen. Want je kan wel kijken, nou, nee, maar je moet zeg maar, je moet zeg maar mee in het brein. Ja, maar ik, dus toch, mensen moeten dit al niet luisteren. Wat ik ook heel mooi vond, en daardoor denk ik dat deze een Oscar is, ja, is eigenlijk de scène met de moeder met de schoenen, trouwens. Oh, ja. Ja, dat vind, ik vind dat zo mooi gedaan, want in wezen wordt zijn moeder aan het einde wordt opgehangen en telkens komen haar schoenen in beeld. En op het moment dat... Want ja, het grappige, ja, is, dat is, ja, dat grappige is aan die hele... Kijk, je zit in een comedy en telkens leiden ze je af met een grap. Ja. En dan komt er nog een grap en dan, ja, komt er iets drama. Ja. Dus wat gebeurt er? Jojo komt een keer thuis en, ja, opeens wordt er geklopt. Ja. Staat de Gestapo voor de, ja, deur. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Dus die gaan het hele huis omgooien. Ja. Maar in je hoofd denk je van, wat raar. Ja. Waarom gaan ze dat doen, zeg maar? Ja. Weet je, want er is toch niks gebeurd? Ja. Wat is er gebeurd dan? Ja. En dan komt die Captain K, die, ja, gewoon een normale, ja, soldaat is. Die probeert een beetje af te leiden en, ja, een beetje mee te spelen. En dan ontdekken ze dat Joodse meisje. Ja. En dat Joodse meisje trekt de kleding aan van de zus, ja, van Jojo Rabbit. En uiteindelijk gaat de Gestapo weg, zeg maar. En dan, ja, op... hij redt haar, hè? Want, ja, hij zat daad een fout. Ja, en want het was 1 mei, ja, was het, en 7 mei, ja, was hij. En op dat moment denk je, oh, dus, het is, weet je, ze, ja, zijn niet gepakt. Ja. En dan gaat hij buiten spelen en dan ziet hij zijn moeder... Ja. Weglopen. Weglopen en dan zie je zijn moeder eigenlijk in ja, de schoenen van zijn, ja, moeder ziet hij dus hangen, zeg, ja, maar, aan de strop. Symbolisch. Van, zonder dat je inderdaad naar boven, ja, boven kijkt. Zie, en dat is beeld is echt, ja, dat is Oscar. Dat, ja, was een Oscar en dat raakte me gewoon zo erg. Zo, ja, goed, zo goed gedaan. En dat maakt die film echt... ja, gewoon wereldtop, zeg maar. Ja. Ik heb niet veel comedy. Ik vind het echt... bij mij hoort hij in de comedy. Zo, ja, moet een comedy zijn. Ja. Stand-up comedy of humor, ja, moet zo zijn. Niet Leslie Nielsen met een ding, een hamer op je, ja, hoofd. Ja, okay. Of, snap, ja, je? Nee, maar dit is wel een comedy. Dit is een comedy, zoals, ja, als ik het eigenlijk... Als, ja, ik, als je ooit het geld hebt... En zo het zijn talent, ze eigenlijk nooit gemaakt. Denk ik. Nee, niet op deze. Vijf vingers stellen. Maar... En Vita Bella, wat is het? Bella Vita, met die Italiaan, met dat zoontje. Weet je, zo'n oorlogse, zo'n film. En dan, dat zoontje wordt dan opgepakt door de Duitsers. En dan zo'n Italiaan die dan zijn zoontje in zo'n kamp vertelt. Je krijgt een tank en dan moet hij telkens opdrachten doen. En dan uiteindelijk gaat zijn vader, wordt dan doodgeschoten, zeg maar. Villa, weet ik veel, Bella. Comedy. Ja, comedy. Nou, Italiaanse. Shit is nee, niet Sin de Shit. Dat zat er ook in. Die woordgrap zat er ook in. Sin de Shit. Ja? Ja, die zat er ook in. Ja, je moet niet zo Sin de Shit zijn. Ja, zo, ja. Ja, dat zat er ook gewoon. Ja, ja, die moet je dan ook gewoon maken, toch? Ja. Of niet? Ja, ja. Maar dat was, dit was dan even ja, de Golden Globes, ja, Jojo Rabbit. Ik hoop dat die Oscar wint. Ja, ik hoop het ook. Toi. En dan gaan we nu naar de muziek. Dan zijn, oh, we, okay, zijn we klaar. Dus, tempo, ja, tempo pompen. Ja. Pompo tempo. Want ik heb er meerdere achter elkaar gezet. En Chris. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar. Je moet snel raden. Want Beyoncé. Nee, wacht even. Maar wie is dan? Robin Williams. Ja. Ja, die ken ik. Ja.
Ja, ja. Ja, die ken ik. Ja, die, ja, maar die is zo bekend. Ja. Ja. Van Christina Aguilera. En dan, ja, en die is echt van heel lang geleden. Ja, 2006, hè? Ja. Ja. Ja, je hoort hem zo. Ja, van. Ken ik wel, van Beyoncé. Ja, 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 voordat hij begonnen, nou, Beyoncé. Echt gejat? Nee! Is dat niet? Oh, ja. You ready? Ja. Ja, ja, Beyoncé, ja, heeft veel meer. Met, ja, maar dat. Ja. Ja, die ken ik wel van Dr. Dre. Ja. Nee, kan niet. Nee! Ja. Je maakt me lief gewoon. Ja, maar dit is het leven. Je trekt die bubbel. Ja, maar dit is zo cool. Ja, dit is nog, ja. Dit is toch goed? Een van de grootste hits van het is. Ja. Oh. Ja, maar dit vond ik wel erg. Ja. Want dit is dan echt de grootste hit van het december. Ja, en dan is dat gewoon een sample. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de sample van de hele. Ja, serie. Ja, dat is een beetje, wij leven te lang, denk ik. Of toch? Ik bedoel, te lang. Of dat we gewoon weten waar het vandaan komt. Ja, ik heb nog één dingetje staan. Dat gaan we uitzenden als Keith Flint van The Prodigy, als die daar dood is. Maar wat die heeft gedaan, dat ook, is echt. Ook, ja, maar dat is geniaal. Want die heeft ook inderdaad samples gebruikt. Maar dat is. Er is iets online, dat is al van 10 jaar geleden of zo. Ja. Maar als je dan gaat kijken, want iemand gaat het helemaal ontleden zo. Ja. En dan maak je hem, zoals ik hem op mijn computer, zie je ook wel eens die dingen. Ja. Die dingen. En dat gaat hij dan helemaal zo doen. En dan denk ik, wow, hij heeft gewoon daar zo'n klein deel van gebruikt. Ja. Heeft hij dan geloopt en met andere dingetjes. Ja, en, ja maar vergeet niet dat die mensen natuurlijk in hun hoofd geboren zijn met een muziekgevoel. En ja, dat ze gewoon dan horen, ik ken iemand of zo, een meisje. En die studeerde dan in Tilburg op de Rock Academie. En die kon gewoon zo zitten. En die kon zeggen, oh, dat komt, oh, dat kan je wel daar. Weet je, die kon gewoon een nummer maken met 3 nummers of zo. Ja. Weet je, zo. Ja, maar dat. Echt als zo'n. Dat dacht van, jezus. Maar daarom zeg ik, het is echt wel kwaliteit als je dat dus kan. Ja. En, nou ja, ik heb nog veel. Ja, maar die van Dr. Dre vind ik dan. Dat is zo, in mijn ogen, iconisch. Ja. Dat je dan, dat komt van. Dat zit 30 jaar ervoor of zo. En dan denk ik, ja. Maar ik vind nog steeds een goed nummer. Maar het is wel. Weet je, het is wel jammer of zo. Ja. Ik weet trouwens niet of we dit allemaal. Uit kunnen zenden. Dus we moeten een ander einde hebben. Ja. Nou ja. Ja, kijk, met muziek hebben we natuurlijk wel. Maar ik heb nog één dingetje. Die, oh. die is helemaal apart. Een kutscheet. Nee. Oh. Wil je het. Het origineel eerst horen? Ja, ja, het origineel. Ja, dat is wel goed. Voor. Ja, dit is de grootste hit van afgelopen jaar. Nee, wat is dan wat is ja. Ja. Ja, maar dit kan toch niet. Dit wat zitten we nu te maar doen? Het apart, dit is het origineel was Nine Inch Nails. Dat is best wel een metal ding. Maar het is gewoon in een heel ander sausje gegooid. Dat is op zich wel interessant. Ja, sorry hoor. Ja. Zo, dus kan je best wel heel makkelijk. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan ben je natuurlijk heel snel geniaal, hè? Als je het zelf uit je hoofd bedenkt of zo. Ja. Maar is het gewoon niet muziek een kopie van een kopie van een kopie van een kopie? En uiteindelijk komt er iemand die een originaliteit heeft, of is dat in muziek anders? Nou ja, kijk. Dus, ja, er zijn nog steeds wel mensen die wel nieuwe dingen maken, maar
Ik kom wel eens in het voetbalstadion. En dan weet je, heb je ook van die debielen. Ja, we gaan helemaal niks. Terug, waardeloos. Oh, jij gaat nu bepalen. Nee, ja, maar ik intimer er gewoon aan. We gaan eruit nu met wat? Moeten we een nummer draaien? Even kijken. Ja, dit is een favoriet van mij. Wat heb ik dan? Wat heb ik? Ja, jij krijgt allemaal dingen binnen. Oh ja, we hebben nummers. Ik heb ook een nummer. Oh, ja, maar dat is altijd kut wat jij hebt. Oh ja, dat weet ik. Wat had ik? Even dit gewoon. Oh, wat is dit dan? Dit is Righteous. Van Hippie Jezus Christus! Ja, ik heb natuurlijk mijn telefoon aan. Maar ik zie dat ik zo populair. Ik doe me weg gelijk op vliegstand. Ja, misschien sturen ze jou berichten van, heb jij ook al met Quiff dus te maken ofzo? Ja, dat is mij dat nou. Ik sta al achter je. Nogmaals, het is de stagiair geweest. Die heeft op het knopje gedrukt. Ja. Dat hoeft helemaal niet. En ik heb geen toegang. Nee, het is net Trump. Het is het. Net Trump. Dat vind ik ook zo. Heb je het gehoord? We hebben de snugheid van Trump. Is er oorlog? Ja, de snugheid van Trump is, we zijn bezig met een geheime oorlog tegen Iran. En dat staat nu op Twitter. Ja. Maar in Iran zijn ze allemaal van mening dat het niet tegen Amerika is. Het is van zichzelf. Dus van Iran zelf zijn ze... Oh, ja, dat klopt. Want je hebt natuurlijk Iraniërs die gewoon wel... durven denken en kunnen denken van wat de fuck, jullie proberen ons iets te flikken. Nee, maar het is Operation Ajax, moet je even kijken. Ajax? Ajax, ja. Nee, Operation Ajax in de jaren 50, zeg maar. Het was daar heel erg liberaal. Ze hadden een liberale leider in Iran, zeg maar. En die hebben de CIA weggeruimd of gearresteerd om daar een tyfuszooi te maken dat ze dus olie konden. Operation Ajax heet het. Oké, ik ga het even thuis. Echt maar. Als ik thuis ben, ga ik even... Nee, maar zoek het op. Weet je. Heel veel mensen denken, wat is het probleem in Iran? Operation Ajax. Dit is ook weer bewustwording van het grote bewustwording van dat we niet alleen maar onzin vertellen. Operation Ajax. Okay. Heel veel mensen denken, ja, fuck it. Maar als je wel weet, we zijn nu in Wereldoorlog 3, hè? Ja, nou, nu al nog. Ja, het beginstadions. Ja. Begin zitten we nu lekker, we gaan beginnen. Heerlijk. Ja. The biggest show in the world. Ja, maar vroeger ging je voor CNN. Ja, zo in 1992. Ja, ja. 1992 zag je die skutraketten. En die ging dat af... Ja. Ja. Maar dat is echt zo... Hoge families vermoord. Ja. Maar je ging toch elke keer toen je naar school ging even zo aanzetten. Ja. Nou, ik ga lekker naar school. Een zwartskop. Ik ga wel naar school. Ik kan nog wel naar school. Ja. Met al mijn ledematen. Ja, toch even reactiveren. Ja. School is wel kut. Ja, dan kwam je ook thuis. Je bord niet. Ja, en in Irak hè, en in Kuwait kunnen die kinderen nog eens eten. Want ze hebben geen handen meer. Ja. Weet je, en jij zit hier met je Nintendo te spelen. Ja. dat zijn er mijn ouders van. Generaal Schwarzkopf. Ja, Schwarzkopf. Ja, die beroemde scène. Toen kwam hij zo vliegtuig uit. Als die oorlog gewonnen, dan zat er een vrouw en een kind en die had een hele grote beer. Ja. Dus hij komt zo aanlopen, dus hij pakt die beer zo en loopt zo weg zo. Want hij denkt dat die beer van hem is, omdat hij... En dat kind huilt. Weet je. Toen heeft hij die beer door zijn kop heen geschoten. Ja, ik geen beer lijken. Geen beer, fuck jou. Ja, tot zover het fijne, gezellige einde van de oorlog. Ja. Dus we gaan eruit. Het is een snelle aflevering geweest. Nee, wacht een keer. Nee, we zijn professional strak. Ja. Strak. Maar we krijgen verzoeken van mensen die in onze studio willen opnemen. Ja, Doreen Roos heeft die... Doreen is wel echt lief. Ja, maar sorry, dat is heel exclusief. Ik wilde daar koppelen aan Tom Staal of zo. Oh. Het is een beetje raar om over te praten. Ja, maar dat is voor Tom Staal. Dat is voor Tom Staal, ja, weet ik veel. Wat moet ik ermee? Wat moet ik zeggen? Ik kom hier in de studio met die meiden van jullie en dat we ons kunnen aftrekken op jullie wat jullie doen. Ja, dat zou op zich. Maar het is wel geil, want in wezen, zij hoeven, kijk, wij zitten elke week, jij werkt helemaal de pleuris en elke dag zitten we, weet je, alleen maar zij hoeven alleen maar, ik denk dat zij gewoon gaan praten en dat ze wel gewoon 10.000 volgers hebben, gewoon Ja,
Weet je, als, ze wilden over het klimaat praten. Ja, over het klimaatbewuste klimaat. Ja, ja, dus, en beugels, BH-beugels. Ja, en snoep verstandig eten appel. Ja, maar ik denk dat ze dat... Ik denk, mannen worden helemaal gek als ze horen praten. Ja, ja. Denk, van, die zet gelijk uit. Gewoon de roken erbij. Ja. Ja, als stinkertje bijna roken, ja, dat moet je niet hebben. Ja. Want Dorien, dat is wel mooi, hè? Dorien is hartstikke mooi, ja, maar ze rookt als een ket. Ja. Ja. We hebben een beller. Ja. Ja, ja, maar ja, ze is hartstikke lief, ja, maar... Ja, sorry. Ja, ik ga wel wat voor ze doen. Ja, wat dan? Ja, gewoon naar Tom Staal koppelen. Ah, oké. Okay. Die weten wel raad mee. Ja. Nou, Chris, dit was het. Ja, top. Spotify. Spotify. YouTube. YouTube. Dit is Mac Ayers. Ayers. Ander. Ja, we gaan er nu uit. Dank je wel. Dank je wel. Chris, wel thuis. Wel thuis. Ja, rij voorzichtig. Rij voorzichtig. Kan zomaar... Of kijk naar buiten. We openen met aardstaartjes. Oh ja. Ja. Rij voorzichtig. B81, kijk uit. Ja. En mobieltjes weg. Gewoon lekker je telefoon even op podcast opzetten. Ja. En dan gewoon lekker ergens heen rijden. Ja. Blijf wel scherp. Ja. Dus...